Een hele goede morgen vanuit mijn prachtige huis hier zo in Kleurstad. Het is weer een prachtige dag. Het zonnetje schijnt lekker. Wat ontzettend top. En ik heb eigenlijk wel zin in een ontbijtje. Wat is hier gebeurd? Jeetje, mijn hele koelkast is... En mijn gaming setup is weg. Hè? Huh? Hoe kan dit? En wat? Hier stond eerst een bank en een tafel. En hier stond nog een tafel en stoeltjes en een tv. Waar zijn al mijn spullen gebleven, joh? Oh nee, dit kan niet veel goeds betekenen. Waarom is het in één keer allemaal weg? Ik snap er echt helemaal niks van. Wacht. Ik moet snel naar buiten, want wie heeft dit gedaan? Mick. Ja? Mick, al mijn spullen zijn weg uit mijn huis. Ik heb even geen tijd, Giel. Mick, kom terug. Waarom gaat hij nou weg? Oh jee, Mick heeft toch niet mijn spullen gestolen? Wacht even. Ik moet even checken of dat... Mick's spullen zijn er nog allemaal? Hoe kan dit? Wacht eens even kijken. Misschien heeft Mick hier boven al mijn spullen staan of zo. Ik zie het zo gebeuren dat hij dat heeft. Oh nee, ik zie hier helemaal niks. Hoe kan dit, joh? Wie heeft mijn spullen gestolen? Oh nee. Dit is niet goed. Heb ik niet gewoon geslaapwandeld en het ondertussen allemaal in mijn kelder gezet of zo? Dat zou ook nog kunnen. Nee. Oké, hier staan mijn auto's gelukkig nog wel. Maar hoe kan het dat al mijn spullen weg zijn? Dit is zo niet eerlijk. En ik baal hier ook echt ontzettend van, want ik heb echt pas net mijn hele huis ingericht en nu zijn al mijn spullen dus weg. Dit is zo niet chill. Oké, ik moet gewoon even naar Mick toe. Hij ging richting Geelstad. Wacht, ik pak ook gelijk even de auto erbij. Dat gaat toch net even een stukje sneller. Ik ga wel gewoon met deze snelle auto. Oké, dan draai ik hem hier al eventjes. Zo, hoppakee. En dan ga ik gewoon eventjes naar Geelstad toe een verhaal te halen bij Mick. Want hij is echt de enige die online is op dit moment. En hij had nog heel erg veel haast en hij wist niet hoe snel die weg moest komen. Dus ik ga ervan uit dat Mick hier zeer zeker iets mee te maken heeft. Maar wat hij precies gedaan heeft, dat weet ik niet. Maar daar hoop ik nu achter te komen. Jeetje, wat bots ik vaak met deze auto, zeg. Oké, dan moeten we deze weg volgen. Ik hoop dat hij ook echt in Geelstad is. Want als hij dan niet is, dan heb ik echt geen idee waar hij wel is. Oké, dan maken we hier dit bochtje nog even. Oké, het gaat niet per se veel sneller met de auto, merk ik al. Mick? Is Mick hier ergens? Is hij weer in zijn kelder? Nee, die is helemaal dichtgebouwd. Huh? Waar is die gast? Is hij misschien hier? Heeft hij mijn spullen ingedaan? Oh, hier liggen wel allemaal spullen. Nee, die zijn niet van mij. Hier liggen ook geen spullen die van mij zijn. Oké. Ik moet het gewoon even weten of dat Mick het was. Want dat deed hij net heel erg verdacht. Dus ik ga gewoon heel eventjes hier zo in zijn kelder inbreken. En ja, oké. Ik heb het goede plekje gevonden. Let's go. En Mick is hier sowieso niet. Want ik zie zijn nametag echt helemaal nergens. Dus als Mick het niet is, wie zou het anders gedaan kunnen hebben? De noob is al een tijdje niet meer in Kleurstad geweest. En oké, deze chest is helemaal leeg. Hier is ook echt helemaal niks veranderd. Heeft Mick dan een nieuwe geheime opslag gemaakt omdat hij hier... Oh nee. Hij is hierboven. Weet je wat? Maakt niet uit. Ik ga gewoon de confrontatie aan. Oké, ik doe gewoon net of dat ik hier niet ben geweest. Kom op. Hij mag me niet zien. Kom op. Zo, dit weer dicht. Zo, hoppa. Dat ging niet helemaal goed. Oké, wacht. Ik moet snel het blokje weghakken en op de goede plek terugplaatsen. Waar is hij nou? Waar is hij? Hè? Waar is hij nou weer heen? Hij stond hier naar boven. Oh nee. Dit is echt foute boel. Waar is hij nou heen? Zijn auto staat wel hier ineens. Maar heeft hij de trein gepakt of zo? Oh, wacht. Ik moet echt... Ik zie hem. Even kijken. Ik ga gewoon even via het spoor naar hem toe rennen. Want hij staat nu in Blauwstad. Oh jeetje. Ik moet hem gewoon even confronteren. Het is net of dat hij me ontloopt of zo. Oké, hier is hij. Mick, hallo? Ja, kijk eens aan. Ik heb mijn wapen geëdgeld. En mijn zwaard. Oké, leuk, Mick. Maar ik probeer de hele tijd al te zoeken. Er is wat ergs gebeurd. Ik was hier gewoon even mee bezig. Mick, er is bij me thuis ingebroken, oké? Al mijn meubels zijn weg. Oké, dat is jammer voor jou, man. Heb jij er iets mee te maken, Mick? Heb jij het niet gewoon gedaan? Ik? Waarom zou ik jouw paarse meubels willen? Als ik ergens niet zou willen inbreken... Ja, maar het waren niet alleen maar paarse meubels. Ik had ook gewoon normale tafeltjes die jij ook gebruikt. Dus jij bent ook de enige die online is. Ik heb geen idee. Mijn huis is echt kapot klein. Waar moet ik die tafels laten? Ja, weet ik niet. Misschien wil je het doorverkopen of zo. Ik heb geen idee. Ik ben gewoon aan het zoeken wie dat is. Wie moet ik het doorverkopen? Ja, ik heb geen idee. Maar Mick, ik zeg ook niet per se dat jij het hebt gedaan. Maar wil je me alsjeblieft zoeken naar de dader? Want het is echt heel stom. Ik had echt zo'n mooie inrichting. En ja, dat is nu allemaal weg. Het is wel, als ik nu zeg maar een beetje goed nadenk, weet je nog? Wacht, kom mee, weet je dit nog? Waar heb je het over? Kunnen we met z'n tweeën in mijn auto? Nee, maar mijn auto staat ook in Geelstad, want ik ben er toen net heen gegaan. Dus laten we die eerst even ophalen. Ja, precies. Maar op die manier, de pro heeft een officiële route hiervoor gemaakt. Ja, dat weet ik, maar ja, wie is er sneller? Ja, maar dit is wel zeg maar burgerlijk. Ja, oké, Mick, doe maar weer op de politieke manier. Wie sneller is, dat is nog de vraag. Ik
lachen. Oh, jeetje. Oké, dat was echt super onnodig. Waar staat jouw auto? Oké, hier staat jouw auto. Hier staat die van mij. Waar heb je het over, Mick? Wacht, weet je, we rijden er wel gewoon naartoe. Ja, we kunnen er niet helemaal naartoe rijden. Welke plek bedoel je dan? Ja, ik vind het wel grappig dat je het al vergeten bent. Hoezo? Waar heb je het over? Nou, reis door, joh. Ja, ik probeer door te rijden. Alleen deze weg naar Geelstad is zo ontzettend smal dat het heel erg lastig gaat, oké? Ja, dit is ook een pro-weg. Ik snap het wel. Een pro-weg? Oh, hè? Ja. Kom op, Giel. Ja, er zit hier een hobbel in de weg en daardoor is mijn auto eventjes stilgevallen. Ja, dat wist ik. Dat moet je gewoon weten. Ja, sorry. Ik ben nog nooit met de auto naar Geelstad toegegaan. Ik kwam net achter. Ik loop altijd gewoon lekker. Ja, nou, oké. Lekker gezond. Nou, ik parkeer even mijn auto in de garage. Oké, weet je wat? Dan doe ik dat ook even. Want dan gaat het een stuk sneller met jouw rijskill. Ja, dat klopt. Even kijken. Ik moet hem even in mijn ondergrondse garage neerzetten, hoor. Dat is prachtig. Anders schiet ik hem gewoon kapot. Zou ik anders doen? Nee! Doe nou even normaal. Oh, wacht. Ik ben gebotst in mijn garage. Dit was niet handig. Zo, even draaien. Piep, piep, piep. Zo. Hallo, hondje. Ja, wat vind je trouwens van mijn hondenhuis? Die heb je ook nog helemaal niet gezien. Die hondje eten. Oeh, lekker. Eten. Oh, het is gratis eten ook voor mij. Nee. Dat is niet zo. Oké. Giel. Wacht, kak. Wat doe je nou? Nee, hey, al het vlees van me. Oh nee, Mick, wacht. Dit moet allemaal in. Ja, maar dat kan hij hier toch niet vanaf eten? Oh, dan moet eventjes hier zo in zijn eetbak zo. Oké, nou ja, kom. We gaan naar die plek toe waar je het over hebt. Ik heb nog steeds geen idee waar je het over hebt, man. Ja, ik heb het je laatst laten zien. Dan moet ik even heel goed nadenken. Nee, ik heb echt geen idee, Mick. Nou, weet je, ik volg je wel gewoon. Nou, kom maar mee. Misschien hebben jouw kijkers het ook nog niet gezien, want het was op mijn kanaal waar we hier naar gingen kijken. Oké. Nee, dan ben ik even heel erg benieuwd. Ik weet echt niet waar dat we heen lopen nu. Oké, ja, ik kan niet meer rennen, want ik heb honger, want ik moest dat eten aan je hond geven. Ik heb nog eten bij. Oh ja, goed zo. Kom maar. Zo, opzakken. En dan gaan we hier omhoog. Ja. Ik denk dat jouw inbreker te maken heeft met wat hier staat. Wat waar staat? Oh, dit huisje. Ja. Oh, ja, dat zou zomaar kunnen inderdaad. Oh, maar, dat je mij eerst verdenkt. Maar dan denk je dus dat de pro er iets mee te maken heeft. Pro is blauw, dus... Ja, we weten ook nog niet zeker of dat dit inderdaad het huis van de pro is, maar... Nou, in ieder geval, misschien liggen jouw spullen wel gewoon in de chest. Oké, ik ga eens even kijken. Hier liggen ze niet in en hier liggen ze ook niet in. En mijn diamonds zijn niet gestolen, dus... tenzij de pro nog een ander huis zou hebben waar hij dit zou opslaan. Een eigen huis, ja. Oh, die hebben we nog helemaal niet gecheckt. Oké, goed zo. Goed idee, Mick. Je zit echt boordevol goede idee vandaag. Ja, kijk. Je bent een topdetective. Man. Ja, dankjewel. Ik hoop dat ik ook een beetje gelijk heb. Ja. Ik hoop het ook. Het zou echt top zijn, want dan weet ik in ieder geval wie mijn meubels heeft gestolen. En misschien is het gewoon iemand die probeert te trollen of wat dan ook. Maar ik vind het in ieder geval geen leuke troll. Ik vind het een super slechte troll. Maar ik ben wel erg benieuwd nu naar jouw huis eigenlijk. Ja, oké, kom maar even kijken. Het is echt super erg. Kijk, er staan nog wel wat dingetjes, maar heel erg veel is weg. Kijk, de koelkast is weg. Hier stond mijn hele game. Mijn setup die is weg. Mijn bank is weg. Mijn tafel is weg. En ja, de kast die is misschien mooier. Te groot om mee te nemen. Hoezo is dit mooier? We kunnen nu wel een goed feestje geven. Dat is waar, weet je. Genoeg ruimte. Maar... Je hebt een hele dansvloer. En boven ook iets? Of, Nee, boven staat alles er nog wel zo'n beetje. Oké. Nou, oké. Laten we kijken bij de pro dan of die tafels heeft. Of ja, goed idee. Of bij de noob. De noob. Maar de noob zijn huis is sowieso al leeg. Dat is al best wel een tijdje zo. Dat heeft hij volgens mij zelf gedaan. Ja, maar misschien... Hier zit iets. Oh, laat maar. Niks te zien. Misschien is dat de reden waarom die bij jou zou stelen. Dat zou best wel logisch zijn op zich. Nee, hier is echt helemaal niks. Nee. Misschien hierboven dan. Ik weet niet wat dit precies is. Is dit nog... Oh, dit is een klein kamertje. Nee, hier staat geen chest. Hij had hier ook nog zijn soort van geheime kamer. Oh, trouwens, daar zijn we net in geweest. Ja, daar zijn we net bij dit trappetje dan. Die is niet heel geheim, die geheime kamer. Nee, precies. Ik zie hier ook echt helemaal niks. Laten we gewoon naar het huis van de pro gaan. Ik vind dat nog steeds de beste theorie, weet je? Ja, zullen we gewoon via de achterdeur gaan, dan heeft hij niet in de gaten. Maakt niet uit. Hij is volgens mij toch niet thuis. Bro, hallo? Nee. Oh, wow. Ik schrik van die armor stand. Ik dacht even dat hij er stond. Oh. Oké, hier zitten allemaal spulletjes in, maar ik zie hier niks. Hier. Dit is een geheime chest en heeft alleen maar sticks in zitten. Oké, bro, als je dat zo wil doen, moet je lekker doen. Maar ik vind het een beetje een stomme plek. Oké, hier heeft hij ook nog allemaal laadjes. Daar zit helemaal niks in, joh. Huh? Nee, het, zeg maar, stel je voor, het zou de pro-speler zijn, hè? Ja. Dan is het niet echt
een pro-move om het in zijn huis te doen. Nee, dat is zeker waar. Hij denkt wel altijd goed na over de dingen die hij doet, inderdaad. Ja, maar ja, om hem gelijk te verdenken omdat we iets van blauw zien. Kijk, blauw kunnen heel veel mensen zijn. Zeg maar, toen Alex langs was in onze survival, die houdt ook van blauw. Dus... Ja. Dat is waar. Maar we leggen wel gelijk een connectie met blauw, maar daar weten we eigenlijk ook helemaal niks van. Of, dadelijk is het gewoon andere speler of zo. Die is ingebroken weer. Ja, of het is gewoon iemand die van rood houdt, maar hij doet gewoon blauw bouwen, zodat wij de pro verdenken. Dat zou ook kunnen. Er zijn zoveel dingen die zouden kunnen, Mick. Maar ik heb echt geen idee wat dat nou mijn spullen zijn. Mag ik even mijn enchantment testen? Nee, au. Oké, dat is een hele goede, want ik ben echt bijna dood. Als je nog één keer schiet, dan is het fataal voor mij. Nee, Mick. Niet doen. Oké, dan wou ik even testen. Oké, Mick, ik heb echt geen idee. Dankjewel. Giel, ik wil je wel helpen met meubels krijgen weer. Ja, dat is fijn, maar ik weet gewoon niet waar dat... Ik wil gewoon mijn oude meubels terug, weet je wel. Ik heb mooie paarse stoelen en banken. Ik ben natuurlijk de officiële eigenaar van de oude meubelwinkel. Nu staat het een heel centrum. Maar, ja. Weet je, ik fix voor jou in jouw volgende video dat je weer meubels hebt, ja? Oh, dat is echt super aardig, Nick. Ik wil wel lekker bouwen. Kost je wel een paar diamonds, maar dat heb je. Een paar diamonds? Laten we even wel rustig aandoen, oké? Okay? Welterusten. Oké, trusten. Het is ook gewoon overdag. Waarom zegt hij welterusten? Ik heb geen idee. Ik ga nog even naar het museum toe. Om even wat abonnees hier nog een plekje op het bord te geven. Dus ik ga weer even een hele rij toevoegen. En kijk eens even. Er staat weer een hele rij met bordjes bij. Wil je nou ook met je naam in het museum komen? Het enige wat je even moet doen is abonneren op mijn kanaal. En misschien sta je dan in de volgende aflevering wel met jouw naam hier op het prachtige bord. Het is weer een prachtige morgen hier in het mooie Kleurstad. En jullie weten dat ik een tijdje geleden een paardenracebaan heb gemaakt. En ik wil eigenlijk vandaag met Mick gaan racen. Maar er moet natuurlijk wel wat op het spel staan. En daarom wil ik een soort van diamond prijs gaan uitreiken aan de winnaar. En laten we eens even kijken. Wat is dit nou weer? De hele kist is leeg. Hier zaten echt iets van 50 diamonds in of zo. En een gouden appel. Er zat ook een totem of een dying in volgens mij. Oh nee. Dit is foute boel. Ik moet het even tegen Mick gaan vertellen. Oké, wacht even naar zijn huis hoor. Klop. Mick, hallo? Oh, jeetje. Hij is in mijn huis volgens mij. Wat doet Mick in mijn huis? Mick, hallo? Tada! Oh. Kijk eens aan. Het is weer helemaal zoals nieuw. Wow, dit is wel heel erg ziek, inderdaad. Ja, Giel, ik heb alles gefixt. Ik heb een nieuwe televisie geplaatst voor je. De bank is weer helemaal terug. Het is weer helemaal zoals het was. Ik had gezegd dat ik dat ging doen. Ja. Ben je er niet ontzettend blij mee, Giel? Ik ben er echt ontzettend blij mee, Mick. Ik vind het geweldig. Het ziet er prachtig uit. Ja, wauw. Dankjewel. Dus het is helemaal naar wens? Ja. Ik vind het helemaal top. Dan weet je wat we hadden afgesproken. 5 diamonds? Mick. Oké, Giel. Ik doe voor jou 4 diamonds. Ja? Mick, wacht, oké. Ik heb geen diamonds. Ik heb geen diamonds. Oké, Giel, 4. Oké. Mick, luister, het is geen grap. 3 diamonds. Mick, ik heb geen diamonds. Ik zou je ze met alle liefde geven. Ik wilde best 4 geven, maar ik ben al mijn diamonds kwijt. Ze zijn gestolen, ik meen het. Oké, 4 diamonds dan. Nee, Mick, ze zijn echt gestolen. Je begrijpt me niet. Al mijn diamonds zijn gestolen. Ik zie je straks bij mijn huis. 4 diamonds. Mick, luister. Nee, Mick, blijf even. Het mag wel even duren. Mick, blijf even. Oh, Mick. Oké, misschien liggen ze nog ergens anders. Heb ik ze niet ooit een keertje in mijn kelder neergelegd of zo? Eens even kijken. Misschien in de laadjes hier. Nee, die zijn allemaal leeg. Nee. Dit is zo'n foute boel. Ik was ook weer helemaal vergeten dat Mick mijn huis weer helemaal zo inrichten. Want Mick die heeft natuurlijk ooit die meubelwinkel gehad. En die zei dat er nog wel wat meubeltjes zat liggen ergens. En dat is hartstikke lief van hem. Alleen ja, deze tafel staat trouwens verkeerd. Ik kan het niet aan. Ik ga deze eventjes een klein stukje verplaatsen. Maar dit is zo vervelend. Eerst was mijn hele inboedel gestolen. Dus al de meubels die je hier nu ziet. En ja, die staan er nu gelukkig wel weer. Maar nu zijn ook nog al mijn diamonds gestolen. Dit is zo ontzettend... Mick, wat doe je? Ja, als jij mij geen diamonds gaat betalen, dan is er ook Nee, wacht. Mick, je moet me even geloven, oké? Al mijn diamonds zijn gestolen. Loop even mee, oké? Loop even anders dan maar... Je moet me gewoon even begrijpen. Dat is jouw probleem. Mick, luister. Waar zijn jouw diamonds? Zijn jouw diamonds niet ook gestolen? Ik heb echt... Giel, je hoeft niet druk te maken op mijn diamonds, oké? Mick, ga gewoon even kijken, oké? Ik ben echt heel rijk, dat weet je toch?
Mick, kijk gewoon even of dat jij je diamonds nog hebt. Doe het gewoon even. Ik heb Doe het gewoon even. Blokken. Doe het gewoon even. Kom, we gaan samen even naar je huis. Ja. Wil je zo graag zien? Ja. Wil je, ja. Dan ga je gewoon huilen, omdat je denkt van... Oh, Mick, je bent zoveel rijker. Oké, misschien is dat zo. Maar kijk gewoon even, oké? Ik heb het hier in mijn chest. Ja, dat had ik dus ook. In. Ja. Hugh, zijn jouw diamonds? Mick, mijn diamonds zijn ook weg. Ik maak geen grap. Hoe weet jij dit? Mick. Oké, kom mee. Dan leg ik het gewoon even rustig uit. Ik had 3 diamond blokken, Giel. Die chest is op slot. Het is onmogelijk. Hoe doe je dit? Mick, kijk dan. Ik heb ook zo'n chest, Giel, die op slot is. Hier, ook geen ramen meer voor jou. Hoppakee. Mick, stop nou. Ik ben niet de vijand. Echt, geloof me. Bij mij is precies hetzelfde gebeurd. Kijk, kom even. Rustig. Ik ga eerst de meubels meenemen. Oké, dan ga ik jouw meubels ook meenemen. Nee. Oké, dan... Luister dan even rustig, alsjeblieft. Jeetje, nee, maar ik had... Nee. Dan ga ik jouw meubels ook stelen. Mooie tafel. Kom maar. Nee, Mick, stop. Ik ben niet de vijand, oké? Luister nou even gewoon rustig. Plaats de tafel terug als je niet de vijand bent. Ja. Ik heb ze al teruggezet. Jeetje, man. Doe nou even rustig. Jij zou mij diamonds betalen voor de inrichting. Dat is... Dat weet ik, Mick. Maar mijn diamonds zijn gestolen net als bij jou. En je moet me even geloven. Kijk, ik heb hier ook een chest. Hier zo. Naast mijn bed, oké? Dit is mijn chest. Ik heb ook zo'n ding. Die is helemaal leeg. En ik kan het bewijzen door hem weg te hakken. En nu valt er niks uit, oké? Ik heb echt geen diamonds. Ik zweer het je, ze zijn allemaal weg. Oké. Maar wie heeft ze dan? Ja, dat weet ik niet. Al mijn meubels waren ook gestolen. Ik zeg het je, Mick. Er is iets heel erg geks aan de hand hier in Klunstad. Maar waarom zou hij ook mijn diamonds stelen? Ja, dat weet ik ook niet. Maar ik denk dat we allebei het slachtoffer zijn. Ik denk dat ik jou heb geholpen. Nee, ik denk niet dat het daar per se door komt. Maar... Oké. Ja, ze stonden niet helemaal goed. Dus ik ken jou niet meer, Giel. Sorry. We moeten samen de dader vinden, man. Sorry, pro-speler of wie je ook bent. Het spijt me, Giel. Ik mag hem ook niet. Oh nee, nu gaat Mick zich tegen mij keren... omdat hij denkt dat dadelijk al zijn spullen ook gestolen worden. Nou, lekkere vriend is dat, zeg. Potverdikkie, man. Oké, weet je wat ik ga doen? Ik ga gewoon weer eens eventjes kijken bij dat huis van de pro... of dat daar niet die spullen liggen. Weet je wat? Ik ga gewoon even Mick halen. Maak me niet... hij heeft zijn deur afgeblokt. Oké, is goed, Mick. Ga ik er lekker alleen heen. Jongen. Die gast is ook echt veel te bang. Oké, als het goed is, is het hier zo over die berg. En dan stond dat ene gekke huisje wat blauw is. Waardoor we dus denken dat de pro-speler dit allemaal doet. Maar dat is eigenlijk helemaal niet zeker. Het kan ook gewoon iemand zijn die in de survival is ingebroken. Of ja, misschien een noob-speler. Maar dat lijkt me ook gek. En ik denk sowieso ook dat alle gestolen spullen ergens liggen waar we nog nooit geweest zijn. Want hier lag de vorige keer niks. Dus laat ik eens even kijken. Nee. Oké, weet je wat ik ga doen? Aangezien ik toch niet weet van wie dat dit huis is. Ik ga Mick gewoon 4 diamonds geven. Die ik dan wel hier heb gehaald, maar goed. En dan hoop ik dat hij bij mij eventjes wil zoeken. Dat zou zo fijn zijn, want Mick die is op zich best wel goed als detective zijnde. En ik heb hem gewoon even nodig op dit moment. Want of dat Mick het nou leuk vindt of niet, zijn diamonds zijn ook weg. Dus Mick heeft ook gewoon een probleem. Oké, ik ga eventjes naar zijn huis toe. Klop. Hallo, Mick. Doe gewoon even open. Oké, ik breek wel gewoon in. Zo. Mick, hallo. Mick, stop nou met blokken plaatsen. Het is niet nodig, oké? Mick. Nee, Mick. Luister, ik heb hier nog wat diamonds gevonden. Die zijn voor de inrichting, oké? Oké, Giel. Waar zijn mijn diamonds? Stop. Ik heb deze gehaald uit het huisje, oké? Ik heb ze... die hoef ik dan al helemaal niet te hebben. Oké, Mick, maar of dat je dat leuk vindt of niet, we hebben allebei een probleem, oké? Allebei onze diamonds zijn weg. We moeten ze gewoon gaan zoeken. Nou, hij mag duidelijk jou niet, volgens mij. Mick, hij heeft toch ook jouw diamonds gestolen? Word eens wakker, man. Dat ik jou help. Dat is helemaal niet waar. Oké, er is gewoon een dief die wil diamonds. En een dieven maakt er niet uit van wie. Ze willen gewoon geld zien, oké? Misschien heb je gelijk. Hier heb je blokken terug. Ja, dat ben je ook. Maar diamonds die hoef ik echt niet, Giel. Laten we die dan maar gewoon even terugbrengen naar dat huisje. Dan ben ik het in principe wel mee eens. Maar ik wil gewoon dat je me helpt. Want zonder jou kan ik die gas echt niet vinden. Wie het dan ook mag zijn. Hoezo denk je dat ik hem kan vinden? Ik heb ook geen flauw idee. Dat weet ik. Maar we kunnen misschien samen... maar de pro die is weer niet... thuis. En de vorige keer hebben we ook zijn hele huis al uitgespit. Dus ik heb ook echt geen idee. Kan het zijn dat de stalker weer terug is? Dit zijn wel een beetje stalkerpraktijken, toch? Dat die diamond steelt en zo. Ik heb echt geen flauw idee, Giel. We zouden kunnen kijken in het huis van de stalker. Ja, laten we even naar die villa lopen. Dan zijn we nu toch ongeveer wel een beetje in de buurt. Ik leg eerst eventjes snel die diamonds terug in dat huisje. Want dadelijk zijn het diamonds van de pro en heeft er helemaal niks mee te maken. Dat klopt ook. Dat is misschien niet zo handig geweest voor mij. Hoppakee. Die stop ik weer terug in de chest. En kom, laten we gewoon even naar die villa toe lopen.
lopen dan. Misschien dat de stalker gewoon terug is. Ja, we hebben hem wel verbannen, maar ja, het was best wel een gast die verstand had van Minecraft. Dus misschien heeft hij een manier gevonden om ja, weer in de server te komen of zo. Misschien heeft hij gewoon letterlijk een nieuw account gemaakt. Ja, dat zou natuurlijk ook gewoon nog kunnen. Oh nee, oh nee, oh nee. Laten we in ieder geval gewoon even gaan kijken, want... Oh, ik ja, het zou wel een chill zijn als daar mijn diamonds liggen, want ik ben blij dat ik nog diamond armor en alles heb. Ja, dat snap ik. Ik ben ook blij dat ik nog mijn armor een beetje heb, maar... Oh, al mijn diamonds zijn weg. Ik had echt een stack of zo, hè? Ja, ik snap het, Giel. Ik had, ja, 3 blokken. Ja, en ik wilde vanochtend nog wel een paardenrace doen met jou, weet je. Ik wilde gewoon de winnaar een leuke diamondprijs geven. Ik wilde diamonds pakken en toen kwam ik erachter van... Oh nee, ze zijn weg. Dit ziet er nog hetzelfde uit. Er ligt wel een chest voor. Wacht. Laten we even kijken of dat er iemand... Nee, er is helemaal niemand binnen. Oké, laten we die chest maar even checken. Als hier die spullen in liggen, dan weten we in ieder geval wel genoeg. Maar, oh, er zit alleen nog een boek in die oud is. Oh. Dat is een oud boek. Die hebben we al een keertje gelezen. Ja, klopt. Beste stalker is dit nog. Ja. Oh, hier staan wel een hele hoop banken. Dus als onze meubels weg zijn, kunnen we wel wat banken meenemen of zo. Nou, ik hoef geen oranje meubels. Ik kan trouwens nu mijn meubels maken, Giel. Dat is niet het probleem. Die diamonds zijn een probleem. Ja, maar echt. Oh, hier staat ook nog een bank. Okay. Dit huis is ook veel te groot. Ja, dat klopt. Maar dit is volgens mij het enige wat er staat aan meubels. En al deze laadjes zijn leeg. En de koelkast, die is ook leeg. Oh. Dit is echt niet best. Ja, hier beneden is ook helemaal niks, Giel. Maar ik heb wel dat oude boek. Ik zou op zich kunnen opnieuw schrijven en hem kunnen stoppen in dat blauwe huisje. Kijken of we antwoord krijgen. Oh ja, dat is echt een supergoed idee. Ja, laten we dat doen inderdaad. Schrijf er maar gewoon even wat moois op. Ja, waar ben je? Ik ben achter je. Oh, hier, mag jij doen. Oké, even kijken. Wie je ook bent, geef onze diamonds terug. Ja. Groetjes, Giel en Mick. Hoppakee, klaar. Die gaan we gewoon in dat huisje leggen. En dan, ja, misschien is het wel de pro. En dan, weet je, dan horen we vanzelf wel van de pro of dat hij het was, ja of nee. Ja, het zou wel, ik weet niet, het zou echt niks voor de pro zijn. Nee, maar als je heel erg lang terugdenkt, hè. Toen ja, was de maar pro dat... wel Maar dat was met een andere reden. Ja, dat klopt. Toen was hij gemanipuleerd door iemand. Maar toen was hij niet heel erg chill. Dat weet je nog maar wel. Maar Giel, dat is echt al een jaar terug. Ja, dat is echt super lang geleden. Ik weet niet eens of dat de kijkers dat nog weten. Ja, nee, precies. Oh. Laten we dit boek maar gewoon ergens in zo'n chest stoppen daar. Heb jij nog een chest bij toevallig? Dan kunnen we hem gewoon voor het huisje neerzetten. Dan valt het sowieso op. Nee, ik heb geen chest. Maar ik kan wel een chest fixen. Ja, wacht. Ik heb hier een boom, weet je. Ik maak wel even snel een crafting table en een chest. Ik heb al genoeg blokjes. Hoppakee. Okay. Maak ik even zo wat planken. Crafting table. Zo. En dan zo. Oh, dit gaat helemaal verkeerd. Zo, hoppakee. Ik heb een chest. En die ga ik gewoon lekker voor die deur neerzetten, joh. Waarom niet? Oké, ik ben echt benieuwd of we antwoord krijgen. Ja, ik ook. Ik stop gewoon een boek hier zo in. En ja, inderdaad, hopelijk krijgen we antwoord. Ik word namelijk echt helemaal moe van deze situatie. Ja, ik ook, joh. Ik moest laatst al mijn diamonds van jou verbranden. Ja. En nu heb ik helemaal niks meer. Ja, dit is zo ontzettend vervelend. Ik snap er ook helemaal niks meer van. Oké, Mick. Nou ja, nu kunnen we alleen maar afwachten. Ik ga nog eventjes naar het museum om wat abonnees op het bord te zetten. Ik spreek je later wel, oké? Ja, is goed, Giel. Succes. Oké, dankjewel. Deze muur is helemaal vol. Dus dat betekent dat we op deze muur weer gezellig verder gaan. En ik ga hier denk ik 2 rijen met bordjes neerzetten. Dus dat zijn er iets meer dan een lange rij hier zo. Dus je maakt vandaag extra veel kans om in het museum te komen. En kijk, er staan weer een hele hoop mensen bij op de muur. Wil je hier nou ook met jouw naam op deze muur in het museum komen? Het enige wat je moet doen is abonneren. En misschien maak jij dan wel kans om in de video van morgen op deze muur te komen met jouw naam. In de vorige video hebben jullie kunnen zien hoe ik dit Iron Farm heb gemaakt. Ik ben super blij met dat farm, alleen heb ik 1 probleem. We hebben de laatste tijd namelijk last van een dief die zelfs bij mij thuis is ingebroken. Gelukkig hebben Mick en ik een geheime bunker onder het kleurstadbord. Maar de vraag is, voor hoe lang gaat deze bunker onopgemerkt blijven? Ik weet het niet, mensen. De dief die op dit moment in de survival zit, lijkt de hele tijd alles te kunnen vinden. En daarom heb ik jullie in de vorige video gevraagd om een goed idee achter te laten in mijn Instagram story waar ik mijn waardevolle spullen moet verstoppen. En daar kwam een heel erg interessant idee uit. Ik pakte ondertussen even een minecart bij en hier ligt mijn geweer. Oké, chill, neem ik ook mee. Want voor dit idee moeten we een stukje deze kant op. En ik ga jullie onderweg vertellen wat het idee is. Nou, iemand heeft dus achtergelaten dat ik een geheime bunker moet maken. Maar deze keer niet zoals we altijd doen onder een gebouw of onder het kleurstadbord. Weet je, het moet echt op een plek zijn waar je niet zomaar gaat
gaat zoeken. En nou heb ik wat voorbereid en misschien kan je het hier al zien, want er staat hier namelijk een chest en er is daar een gat. Ik heb al een... er staat nog een minecart hier. Oké. Ik heb al een super groot stuk onder de grond uitgehold. Oh nee, oké. Weet je, ik loop het laatste stukje wel gewoon. Dat ging niet soepel. Ik heb dus een super groot stuk uitgehold onder, ja, waar ik nu sta. En daar ga ik nu maar eens eventjes heen, want hier wil ik niet alleen een super veilige bunker maken, maar ook gewoon een super chille chillplek. Waarom ook niet? Kijk, dit heeft me al best wel wat tijd gekost, zoals je misschien wel kan zien. Maar het idee is dus om hier gewoon de meest comfortabele geheime bunker van te maken die jullie ooit gezien hebben. Maar daarvoor is eerst nog wel even heel erg veel werk aan de winkel, want ik moet hier een hele hoop blokken plaatsen. Zoals jullie zien moeten alle muren er nog in, er moet nog een plafond in, er moet nog een vloer in. En dat gaat waarschijnlijk wel eventjes duren. Maar goed, ik heb goede moed. Ik denk dat op zo'n random plek als dit echt niemand de bunker gaat vinden. En misschien moet ik trouwens even wat voorzichtiger zijn. Want ik heb nou dus nog een chest hierboven staan. Dat valt natuurlijk op. En het zit hier nog helemaal niet dicht. Dus ik ga dit eventjes netjes afsluiten. Zodat er echt helemaal niemand achter komt. En ik pak hier gewoon even een deurblokje zo. Hoppakee. En ik hak ook gelijk even deze chest weg. En oh nee, ik kan iets niet oppakken. Weet je wat? Ik plaats een bloemetje hier wel eventjes. Dit wordt zeg maar het kenmerk dat hier naast de bunker zit. Ik hoop niet dat het te veel opvalt. Ik ga hiernaast denk ik nog allemaal andere kleuren bloemetjes plaatsen. En dan is het bij de blauwe bloem de ingang. Dat is denk ik een goed idee. En dan gaan we hier naar beneden en hoppakee. Niemand kan mij nog vinden hier. En oh nee, ik heb nou helemaal geen licht meer hier. Weet je wat? Ik zet eventjes tijdelijk een kaarsje neer. Ik hoop dat dat genoeg licht geeft. Hoppakee. Oh jeetje, dit is echt heel erg treurig. Oké, hoe meer kaarsjes er staan, hoe lichter het wordt. Dat is in principe wel chill, want dan plaats ik dit gewoon eventjes allemaal zo. En oké, ik heb wel een beetje licht op dit moment. Dat is in principe wel fijn, maar het is nog niet wat ik had gehoopt. Maar goed, daarom moeten we ook gewoon zo snel mogelijk zorgen dat we deze bunker helemaal af hebben. En ja, ik ga dadelijk echt even toortjes halen, want dit is echt super vervelend. Er zijn trouwens echt super veel goede ideeën binnengekomen, maar het leek mij wel een chill idee om een soort van comfortabele bunker te hebben waar ik me ook gewoon lekker thuis kan voelen. Zodat het buiten dat het een geheime bunker is, ook gewoon nog eens een hele chille chillplek is. En ik denk mensen dat ik hier ontzettend veel tijd ga doorbrengen. En ik zou er nog meer tijd doorbrengen als het niet zo verdomd donker was. Jeetje, ik zie geen hand voor ogen. Oké, ik ga meteen even wat toortjes halen. Oké, ik ben weer bijna beneden en let's go. Ik heb toortjes en die ga ik meteen ophangen, want ik word toch een partijtje gek van die donkerheid hier allemaal, joh. Gadverdamme. Kijk, dit is veel beter. Oh, ik kan weer zien. Let's go. Wat ik nou eventjes ga doen is hier omhoog bouwen om deze muren af te maken. En op deze manier denk ik dat het best wel snel kan gaan. Zo, hoppakee. Kijk eens even, het tempootje zit er lekker in, dames en heren. En we hebben gewoon al bijna de hele muur afgebouwd. En zoals jullie kunnen zien heb ik ook nog een hele hoop andere spullen. En daarmee wil ik het dadelijk een beetje gezellig gaan maken, weet je wel. Ik heb sowieso een hele hoop chesten. Dat is natuurlijk wel handig in een geheime bunker. Anders kun je er helemaal geen spullen opslaan of niks. Dus dat leek me sowieso wel een handig idee. En dat is niet alles, want ik heb ook een leuk tafeltje. Ik heb hier wat trapdoors waar ik wat leuke dingen mee kan doen. Ik heb zelfs tapijt meegenomen. Daar wil ik niet de hele vloer mee bedekken, maar sowieso wel een gedeelte. En ja, kaarsjes, maar die hadden jullie al gezien. Ik wist alleen niet dat kaarsjes zo weinig licht zouden geven, maar goed. En dat was de muur. Hoppakee, hij zit helemaal vol. Oh jeetje, hoe ga ik dit plafond nou weer doen? Ik denk sowieso dat ik de kaarsjes eventjes weghaal allemaal. Zo, hoppakee, hoppakee. Zo en zo. Het is toch al licht genoeg met die fakkels. En even kijken, kan ik zo... Nee. Oké, ik kan nou niet bij het dak. Weet je wat ik gewoon ga doen? Ik ga gewoon op deze manier de vloer erin bouwen. Waarom ook niet? Want als ik hier de vloer heb liggen, kan ik als het goed is... Oh nee, dan kan ik nog steeds niet bij het plafond. Jeetje man. Oh, wat vervelend. Ik ga hier gewoon één grote paarse doos van maken. En dan ga ik het gewoon nog een beetje gezellig proberen te maken. Ik hoop dat het gaat lukken. Want ik heb nou ook weer niet zoveel decoratiedingetjes meegenomen. Maar goed, we gaan zien wat het gaat worden. Hoppakee. Kijk eens eventjes, dames en heren. Dat begint er al pittig ziek uit te zien. Alleen ga ik nou hier eventjes omhoog. Want dan kan ik als het goed is, ja, hier allemaal blokjes plaatsen. Dit gaat waarschijnlijk helemaal niet snel. Maar goed, ik ga gewoon proberen om het hele plafond op deze manier vol te zetten. Dit gaat zo lang duren. Ik zet gewoon hier weer een blokje neer. En ja, kijk, op deze manier... Ja, weet je, het is niet de snelste manier, maar het gaat lukken, oké? Ik heb er vertrouwen in. Oh, dit gaat echt een eeuwigheid duren. Maar in principe schiet het een beetje op. Nee, not. Ik heb alleen nog maar dit gedaan. Waarom moest ik ook per se zo'n groot gat uitgraven? Oh. Weet je wat? Ik bouw gewoon twee omhoog en oké, dit had ik echt veel eerder moeten doen. Dit gaat zoveel sneller. Ik probeer het nu allemaal via de ladder te plaatsen en dit is eigenlijk helemaal niet makkelijk, maar het werkt er zo van. Waarschijnlijk alleen voor deze kant. Hoppa. En kijk eens even. Na een tijdje strijden is het gelukt. Ik heb een vloer, ik heb muren, ik heb een plafond. Nu de inrichting nog. En ik denk dat het voor nu sowieso wel goed is om hier ook even wat toortjes neer te zetten. Want jeetje, wat is het donker. Het is gewoon niet normaal. Hoe ga ik dit ooit lichter krijgen?
krijgen. Nou ja, maakt niet uit. Ik denk dat ik eens even ga beginnen met het maken van een leuk zithoekje hier zo. En eens even kijken welke hoek is daar het meest geschikt voor. Eens even checken. Ik denk oprecht dat dit wel een leuke hoek is. Zo. Ja, prachtig. Wauw. En dan ga ik hier gewoon nog ergens een lekkere luie stoel neerzetten. Waar je ook gewoon nog lekker in kan chillen. En hier zetten we nog even een leuk salontafeltje neer. Kijk dan, joh. Zie me chillen, dames en heren. Oh, dat was niet heel erg lang chillen. Zie me chillen, dames en heren. Ja, kijk, zo moet het. Maar goed, we hebben hier tapijt. En dat ga ik hier gelijk ook eventjes overheen plaatsen. Zo, hoppakee. En een beetje zo. En misschien nog even wat erachter of zo. Ik denk ook wel dat het heel erg vet is. Zo, die toorts kan weg. Die stond in de weg. Zo, kijk eens even. Een prachtige zithoek hebben we gemaakt. Oh, wat mooi. Oh, yo. En we hebben natuurlijk ook nog wat kaarsjes. En wacht, ik denk dat ik eerst even de chesten ga neerzetten. Maar ik weet nog niet zo goed waar ik die neer ga zetten. Ik denk dat deze plek het beste is. Ja. Ik ga gewoon hier wat chesten neerzetten. Zo, hoppakee. Hoppa. En hier... Wow, wat doe ik nou weer? Hier heb ik... Hè? Hoe plaats ik hier een trapdoor? Nou ja, maakt niet uit. Eens eventjes kijken. We gaan op deze manier zo even omhoog. Kijk eens even aan. Ho, prachtig. En hier zo gaan we gewoon weer precies hetzelfde doen. Hoppakee. En eens eventjes kijken. Zo, dan kan ik hier ook nog eventjes wat trapdoors inzetten. En dan hou ik dit even lekker allemaal weg. Hatsakee. En ik denk dat ik hier nog een soort van leuke kast ga maken. In hoeverre dat gaat lukken. Ik heb geen idee. maar dit kan misschien wel vet worden. Nee. Dit is niet hoe dat ik het in gedachten had. Ik wil eigenlijk hier twee trapdoors. Want dat zorgt ervoor dat ik dus dingen erop kan zetten. En dat kan er eventueel wel leuk uitzien. Kijk, zetten we een leuk plantenpotje erop. Dan heb ik hier nog wat zeeaugurken ook nog. Of zeekomkommers, wat zeg ik? Ja, wat maakt het ook uit? Nou ja, ik zet hier nog even wat kaarsjes neer. En die ga ik ook lekker in de fik steken. Zo, bam. Hoppakee. Oh, wat lekker cozy ziet het eruit, zeg. Ho, ongelooflijk. Alleen zit er nog geen bloem in dat potje. En dat had ik wel... Of ja, ik wilde dat eigenlijk wel doen. Want ik had dus dat blauwe bloemetje. Maar ik denk dat ik eventjes naar boven ga om wat meer bloemen te halen. En wow, deze trap is echt super donker op deze manier. Maar goed, in principe wel goed. Want dat houdt het lekker mysterieus, weet je wel. Fantastisch. Hoppakee. En ik ben eruit gebroken, hoor. Eindelijk licht. Ho, mijn ogen moeten er even aan wennen. Oké, nou ja, ik plaats het dadelijk wel dit... Nee, trouwens, als er dadelijk iemand komt, dan... Nee. Weet je wat? Bam. Hoppakee. Links van het blauwe bloemetje. Oké, dat moet ik onthouden. En hier hebben wij meteen wat prachtige plantjes. En die ga ik allemaal lekker meenemen. Maar Giel, waarom ga je niet naar je bloemenwinkel om al die bloemen te halen? Jongens, dat is veel te ver lopen, oké? Ik doe het gewoon lekker zo. Word maar boos. Maakt niet uit. En dan gaan we hier dit weer even weghakken. Om vervolgens weer helemaal naar beneden te gaan om het dirtblokje op te rapen. En het dirtblokje moet ik ook weer ergens gaan plaatsen. Oh jeetje, ik ben weer helemaal beneden met de ladder. Oh, dit schiet echt niet op. Hatsa. Oké, kijk, dat lijkt er meer op. En oh, het ziet er al lekker licht uit hoor. Mooi. En we gaan dit bloemetje hierin zetten. Zo, hoppakee. En ik ga nog even wat andere plekjes maken om bloemetjes neer te zetten. Waarom ook niet? Even kijken, misschien kan ik nog wel een extra kast of zo maken. Misschien is dat wel heel erg cool. Dan zet ik zo 3 trapdoors neer. En dan ga ik dit even maken. En dan dit even maken. En dan dit even maken. Tja, en je ziet het waarschijnlijk al. Dit gaat er natuurlijk weer fantastisch uitzien. Wauw, wat een pracht van een kast wordt dit. Nee, het is eigenlijk best wel teleurstellend. Nee, grapje. Dit wordt echt een super vette kast. Let maar op. Mark my word. Hoppa, hoppa. En dan moeten hier nog wat planken komen. Ja, en dan gaat deze weg. En dan ga ik hier bovenop nog heel eventjes wat prachtige plantjes neerzetten. Ja hoor, hoppakee. Met een mooie gele bloem erin. Wauw. En misschien is het ook wel een goeie om hier nog even wat... Oh, daar kom ik niet op. Oké, weet je wat? Ik zet hier nog even wat kaarsen neer. Zo, hallo? Mag dit? Mag dit alsjeblieft? Ja, en dan zo, en dan zo, en dan zet ik hem nog in de fik ook. Oh, kijk eens. Prachtig. Ik vind het eigenlijk nog best wel een kale bunker. Er moet gewoon iets hier zo komen. Ik denk dat ik hier een boekenkast ga plaatsen. Ik denk dat ik dat nog wel in mijn huis heb liggen. En kijk eens even. Ik heb hier wat prachtige boekenkastjes. En ik denk dat het leuk is om hier een soort van een, ja, soort van mooie hoek boekenkast te maken. Is dat een woord? Vanaf nu wel. Eens even kijken. En die kan ik eigenlijk best
best wel helemaal tot aan boven maken. Ik denk helemaal niet dat dat er lelijk uitziet. Alleen heb ik niet genoeg boekenkasten daarvoor. Handig, Giel. Yes. Oké, okay, en ik denk dat ik hier eventjes ja, nog iets van een kaars op ga zetten zo. Hoppa. En die zet ik ook even lekker in de fik. En dan ga ik hier nog een kaars plaatsen. En die zet ik ook in de fik. Dit wordt een beetje een eenzame kaars, zeg maar. Kijk, en dan zet ik hier nog wat trapdoors neer. Omdat het gewoon random is en er waarschijnlijk toch wel cool uitziet. Zet ik hier nog even een plantenpotje neer. En ik heb helemaal geen paarse bloemen. Oh, ik baal echt van mezelf. Die had ik gewoon super goed kunnen gebruiken. Maar goed, kijk, nu hebben we dit. Een leuke boekenkast. En oh, dan moet natuurlijk wel die ene stoel nog bij. Dan is het echt zo'n stoel waar je in gaat zitten. En dan gewoon lekker kan lezen. En hier heb ik ook nog wat carpet. En dat is precies genoeg voor om de stoel. Kijk eens even. We hebben een lekker leeshoekie. We hebben een chesthoekie. Waar ik trouwens ook gelijk even mijn iron in ga doen. Van het iron farm natuurlijk. En dames en heren, dan denk ik. Of heb ik nog wat spullen om neer te zetten? Nee, dan denk ik dat de bunker gewoon helemaal af is. En ik ben er echt ontzettend blij mee. Ik vind de bunker helemaal geslaagd. Hoppakee, die plaatsen we weer mooi dicht. Ik ga hier deze bloemetjes nog een beetje neerzetten. Om het een beetje ja, logisch te maken waarom hier een bloemetje staat. En dan is het nu tijd om weer wat abonnees op het bord te gaan zetten. Want er zijn weer een hele hoop mensen geabonneerd die wel een plekje verdienen in het museum. Dus laten we maar weer even twee mooie rijen hier toevoegen. En dan is deze muur ook weer vol. En ik heb er twee rijen toegevoegd. Sta je hier nou niet bij, niet getreurd. Want morgen komen er weer twee rijen bij. En het enige wat je moet doen om hierbij te komen is te abonneren op mijn kanaal. En misschien sta je dan morgen ook wel met jouw naam in het museum. Zoals jullie weten heb ik in de afgelopen afleveringen een hele hoop dingen gebouwd. Ik heb een mooie garage gemaakt naar mijn huis toe. Ik heb een prachtig hondenhok gemaakt voor mijn prachtige hond natuurlijk. Hij zit er nog steeds lekker te chillen. En ik heb ook wat farms gemaakt, zoals dit kippenfarm hier zo en dit Iron Golem farm. Maar omdat ik daar de laatste tijd zoveel mee bezig ben geweest, ben ik een beetje vergeten dat Mick en de Pro ook nog op deze survival server zitten. En dat doet natuurlijk ook, maar die heb ik echt al heel erg lang niet gezien. En we hebben zoals jullie weten een beetje een probleem met een dief die de hele tijd, ja, ons lastig aan het vallen is hier in de survival. Dus dat is allemaal hartstikke vervelend natuurlijk. Maar ja, ik moet het wel gaan oplossen. En ik heb het idee dat Mick en de Pro misschien denken dat ik erachter zit. Dus ik moet gewoon even weten wat dat ze zijn om hun te vertellen dat dat niet zo is. En ik ben ze nou al een tijdje aan het zoeken, maar ik kan ze echt helemaal nergens vinden. Maar ik ga eerst eventjes naar het deurdorp toe van de noob om te kijken of dat de noob daar ergens te vinden is. Want die heb ik me toch al een partijtje lang niet meer gezien. Dus ik denk dat het een goed idee is dat we hem eens eventjes gaan zoeken. En ik ben toen net voordat ik op opnemen klikte al in het huis van de noob geweest. En daar was hij niet te bekennen. Dus laten we eens eventjes kijken of dat hij hier ergens te zien is. Ik vind het gewoon heel erg raar. Ik zal dadelijk nog wel even teruggaan naar het huis van de noob. Want ja, het hele huis van de noob is dus leeg. Er staat geen meubel of niks meer. Er staat alleen een bed en een kist. Dus ja, ik heb gewoon het idee dat hij misschien wel verhuisd is of zo. Ik heb geen idee. En ik verdenk de noob ook wel een beetje dat hij de dief is. Want hij heeft laatst ook een overval gepleegd in mijn winkelcentrum. En dat is natuurlijk helemaal niet fijn. Maar nee, ik denk niet dat hij hier is. Misschien nog in dit huisje. Hallo, noob, ben je hier misschien? Nee, en hij heeft hier ook alleen maar dirt in zijn kist liggen natuurlijk. Hoe kan het ook anders? Oké, maar ik ga jullie eventjes laten zien wat ik bedoel. Want we hebben hier natuurlijk het huis van de noob. Alleen is echt alles leeg. Kijk, er is hier zelfs een raam uitgesloopt. Ik weet niet precies wat dit te betekenen heeft hier, maar goed. Ik zie hier ook echt een... Ja, dit is ook best wel raar. Hier zit ook een heel gat. Het ziet er gewoon uit als een lelijk verlaten huis vanaf de binnenkant. Vanaf de buitenkant is er weinig aan te zien, maar ja, het is gewoon heel erg raar. Hier zit ook niks meer in de chest. Zoals ik al zei, is het alleen deze chest wat er nog staat met dit bed. Dus ik vind het allemaal een beetje verdacht worden. Er zijn een hele hoop spullen gestolen en ik kan de noob nergens meer vinden. Kijk, Mick en de Pro heb ik in principe nog best kort geleden gesproken, maar eigenlijk is dat ook alweer veel te lang geleden. Laat ik trouwens maar even een lekker kippetje gaan eten, want ik heb ontzettend veel honger. Oké, weet je wat ik eens even ga doen? Ik ga even hier een minecart pakken en ik ga eens eventjes allebei de kanten op met mijn minecart om te kijken of dat ik hier ergens, ja, een teken van leven zie. Want ik ben hier nu helemaal alleen. Of nou ja, zo voelt het. Het kan ook gewoon zijn dat de noob met Mick en de Pro ergens anders een nieuwe stad begonnen is of zo. Ik weet niet. Ik heb echt het idee dat ze mij in de steek gelaten hebben. Want ik kan ze hier helemaal nergens vinden. Ik zie ze hier helemaal niet op de rembaan. Hier in Blauwstad. Wacht, hier moet ik misschien heel eventjes stoppen. Gaan we... Nee, Minecraft, kom terug, kom terug. Oké, die ben ik kwijt. Ik wil eventjes kijken of dat er hier wat in Blauwstad te zien is. Want ik zie hier... nee, hier is de Pro niet. En hier is de Pro ook niet. Oh, dit
Dit is geen goed teken, mensen. Weet je wat? Ik ga wel eventjes via de tunnel. Waar zit de ingang van de tunnel ook alweer? Oh ja, hier zo. Hoppakee. Ik ga eventjes ook naar Gielstad om te kijken of dat Mick daar is. En of dat hij eventueel in zijn geheime bunker zit. Dat zou natuurlijk ook best wel goed kunnen. Want Mick heet hier gewoon een geheime bunker. Eens even kijken. We gaan even lekker een stukje varen. Jazeker. Hoppakee. Eens even kijken. Mick, zit jij misschien in dit huisje? Laten we hier eerst eens even kijken. Wow, wat doe ik nou weer? Nee, hij zit hier niet. Potver Dikkie. Misschien is hij hier. Nee, ook niet. Oh, jeetje. Hier dan misschien? Nee, hier is ook helemaal niemand te bekennen. Oké, weet je wat? Ik ga gewoon heel eventjes hier zo Mick zijn geheime bunker in. Volgens mij is dat het hier als het goed is, of niet? Heb ik nou het verkeerde blokje? Nee, ik heb het helemaal goed. Kijk, fantastisch. Hallo? Nee, er is hier helemaal niemand. Jeetje, Mick, waar ben je nou? Ik heb de pro ook echt al super lang niet gezien, dus laten we maar eventjes naar zijn huis gaan. Want Mick en ik hebben laatst het huis van de pro gesloopt, zoals jullie waarschijnlijk hebben kunnen zien in een van de vorige afleveringen. Alleen ja, ik ben dus heel erg benieuwd of dat hij daar nou weer is en misschien de boel al gerepareerd heeft. Hallo pro, klop klop, ben je thuis? Nee. Oké, ik hoor helemaal niemand. Laat ik maar... Wat? Dit is weer helemaal zoals het was. Dit meen je niet. Oh jeetje. Oh. Heeft Mick geholpen om het huis van de pro te repareren? Er gaat zoveel door mijn hoofd heen op dit moment. Hallo? Nee, hier is ook helemaal niemand. Oh. Misschien hier op het dakterras dan? Nee, hier is... Oh jeetje, hoe kan dat nou? Waar zijn ze allemaal heen? Zijn ze gevangen genomen door de dief of zo? Dat zou ook nog kunnen. Of ze verdenken mij. Ik weet echt niet wat ik moet denken. Ik ga gewoon even via het balkonnetje hier zo naar binnen in Mick's huis. En hallo Mick. Nee, die is hier ook echt helemaal nergens te vinden. Oh. Misschien is Mick in zijn kelder wat wapens aan het maken of zo. Nee, ook niet. Mensen, ik kan er gewoon niet meer tegen, oké? Waarom is iedereen nou in één keer weg? Ja, Mick's wapenwinkel ligt er ook nog best wel triest bij. Maar hier is hij ook niet te vinden. Oké, is er dan misschien iemand in het hotel hier zo? Hallo? Nee, hier is ook niemand te vinden. Oké, ik ben hier op een van de verdiepingen. En nee, hier is ook niemand. Ik heb ook echt geen zin om dit hele hotel te gaan controleren. Maar ik neem aan dat ze niet allemaal in het hotel slapen, toch? Zijn ze dan misschien hier in de opslagruimte? Nee, ik denk het niet. Waar kunnen ze nou zijn? Ik snap er helemaal niks van. Oké, laat ik anders even naar Paarstad gaan. Want daar ben ik ook al een tijdje niet geweest. En ik wil eigenlijk even kijken of dat ze zich daar ergens verstoppen. Of misschien in een Mesa Biome wonen nu of zo. Ik heb echt geen idee waar ze zijn, mensen. Ik word er echt helemaal gek van. Oké, hier ziet het er allemaal best leeg uit. Deze bordjes die zijn volgens mij nog van de tijd van de stalker. Dus deze die mogen allemaal wel eventjes weg. Hoppakee. Dat brengt alleen maar verwarring. Maar ja, ik ga even elk huisje hier zo controleren. Want je weet maar nooit. Dus even, nee, ook niet. Ah, ik word helemaal gek, joh. Waar zijn ze nou? Het lijkt wel of dat ik verstoppertje aan het spelen ben met ze. Zijn ze me gewoon aan het trollen of zo? Dat kan natuurlijk ook. Oh, ik weet echt niet wat er aan de hand is, mensen. Misschien zijn ze... Nee, hier zijn ze ook niet. Oké, ik ga nog heel eventjes in de grote hal hier zo kijken. Want dat lijkt me wel een plek waar in principe iemand zou kunnen zijn. Eens even kijken. Nee, alleen de burgemeester van Paarstad staat hier lekker te chillen. En hier staat trouwens een kist met 10 diamonds. Ik weet niet waarom ik die daar ooit in heb gedaan. Maar ik neem ze heel graag weer mee. Oh, ik ben ook nog steeds zo blij met deze weg naar Paarstad, hè. Die heeft Mick echt goed gefixt voor mij. Eens even kijken. Ja, ik denk oprecht dat ik heel Kleurstad en alle andere steden helemaal uitgekampt heb. Ik moet alleen nog even kijken in het postkantoor of in het museum. Maar, oh. Ik zie hier in het museum zo 1, 2, 3 ook niemand. Ik ga alles eventjes een beetje controleren hier zo. Maar, dit is zo triest. Waar zijn ze allemaal gebleven, joh? Is er dan misschien iemand in de bank? Nee, daar zie ik ook helemaal niemand. Potverdikkie. Iemand in de postkantoor? Hallo? Nee, ook niet. Tuurlijk is er niemand. Ik heb heel Kleurstad afgezocht en ik kan ze gewoon nergens vinden. Weten jullie nou waar ze zijn? Laat het zeker even weten hieronder in de reacties. Zoals jullie weten hebben we een heel erg groot probleem in de survival. En dat is dat er een dief is. En ja, jullie hebben in de vorige video gezien dat ik een beetje mezelf afvraag hoe dat het nou zit met Mick en de pro. Want ik heb ze al super lang niet gezien. Het huis van de pro is weer helemaal ingericht. Ik vind het echt super raar. Dus ik hoop niet dat zij denken dat ik de dief ben. Want dat is totaal niet zo. En jullie weten dat. Dus wat ik vandaag eigenlijk wil doen is een beetje gaan zoeken waar dat die dief zich bevindt. Want hij moet toch ergens al die spullen opslaan. Waar liggen alle wapens van Mick? Waar liggen alle diamonds? Ik heb echt geen idee. Ik wil ze vandaag allemaal terug hebben. En ja, ik loop hier eerst even naar de paardenrenbaan toe. Maar hier zie ik eigenlijk niet echt iets heel erg verdachts of zo. Dus ja, nee, trouwens hier in de Iron Golem Farm lijkt me ook niet heel erg logisch. Want ja, ik heb echt de vorige keer eigenlijk heel Kleurstad afgezocht. Dus misschien moet ik even
eventjes op wat plekken gaan kijken waar je niet zomaar verwacht dat er een basis zou zitten. En dat lijkt me denk ik de beste tactiek voor vandaag. En ja, hier in mijn garage ben ik ook allemaal geweest. Ik heb in principe alles al gezien, maar hier ben ik al een tijdje niet meer geweest. Zal de dief dit als zijn basis gebruiken? Ik bedoel, er staan superveel chesten en er zit helemaal niks in. Maar misschien liggen hier alle spullen in. Dat zou best slim zijn, want op deze plek zouden we niet verwachten dat een dief zijn spullen verstopt. Eens even kijken. Nee. En hier ligt kool in. Ja, oké. Dat wisten we allemaal al wel. Ligt er dan misschien hier helemaal beneden ergens iets verstopt? Een geheime ruimte of een kist? Of weet ik het allemaal? De dief heeft in ieder geval al wel genoeg spullen gestolen om, ja, niet genoeg te hebben aan één enkele kist. Maar nee. Ik denk niet dat hier iets te vinden is. Of ja, het zou kunnen, maar dan ben ik wel heel erg lang aan het zoeken. Oké, ik ga ondertussen ook even wat eten, want ik krijg er een klein beetje honger van. Of nou ja, eigenlijk heel erg veel honger. Oké, laat ik eens eventjes verder gaan kijken. Waar kan nog meer een basis zitten? Mijn geheime basis is in ieder geval niet meer gevonden, denk ik. Hoop ik. Wacht, laat ik eens eventjes gaan kijken. Want die heb ik echt al een hele tijd niet meer gecheckt. Oké, het zat volgens mij daar zo bij de treinrails. En dan stond het naast een blauw bloemetje, als het goed is. Als ik dat goed herinner, dus dan zou hier mijn bunker, ja, moeten zitten. Kijk eens eventjes. Maar volgens mij is dit nog helemaal intact. Of misschien wordt er nu gebruikt door de dief. En dan snap ik dat Mick en de pro mij zouden verdenken. Maar nee. Oké, hier staat helemaal niks. En hier zitten alleen maar mijn spullen in. Of nou ja, mijn iron dan. Oké, ik pak eventjes mijn deurblokje erbij. En dan ga ik weer naar boven. Dan sluit ik deze ruimte zo snel mogelijk weer af. Hoppakee. En dan gaan we gewoon weer eventjes teruglopen. Want, eens even kijken. Hier zit ook geen basis. Oh, wacht. Daar verderop zit ook nog een cave. Wacht, laat ik daar eens even kijken. Echt, ik weet niet eens of dat ik vandaag die basis ga vinden. Maar ik moet gewoon eventjes zeker weten dat ik alles gehad heb. Hier zit, als het goed is, nog een cave. Ja. Oh, wat? Wacht. Wacht, wat? Hier staan allemaal lantaarns en ik zie hier allemaal kisten en zo. Wat is dit voor plek? Het is hier een hele grote uitgeholde cave of zo. En oké, hier zitten diamonds in. Wat? Oké. Ik denk dat ik het gevonden heb, mensen. En hier... Ja, oké. Dit is logisch. Het kan niet anders zijn dan dat de dief hier zijn basis heeft. Want hier liggen alle spullen uit Mick's wapenwinkel. En hier zit helemaal niks in. Maar ik denk dat hij deze chest er neer heeft gezet om toekomstige spullen allemaal in te stoppen die hij gestolen heeft. Oh. Ik moet dit echt zo snel mogelijk aan Mick en de pro vertellen. Ik ga er ook niks uithalen, want ik denk dat ze me dan alleen nog maar meer verdenken. Maar dit is goed. Ik denk dat als ik ze tegenkom dadelijk, dat ik ze in principe wel duidelijk kan maken met die bunker dat ik het in ieder geval niet ben. Want iedereen is elkaar de hele tijd een beetje aan het verdenken en zo. En ik word er echt een beetje gek van inmiddels, hoor. Ik vind het echt niet meer leuk. En ik ga hier trouwens ook eventjes mijn iron weer uithalen, want ik ben echt blij dat niemand mijn basis nog gevonden heeft. Hoppakee. Dat waren trouwens echt ziek veel stacks. En dit ga ik gelijk weer eventjes teruggooien in mijn bunker. Maar, ik vind het echt zo ontzettend ziek dat die dief gewoon een basis heeft gemaakt. Ik had het er een tijdje geleden met Mick in de Survival ook al over. Van, yo, hij moet toch ergens die spullen opslaan. Maar ik ben zo blij dat we die plek niet gevonden hebben. En het is denk ik ook maar beter dat ik gewoon, ja, niet alles eruit ga pakken. Want op die manier kunnen we ook erachter komen wie dat de dief is. Dat lijkt me ook gewoon super handig om te weten. Misschien is het de pro wel. Ik verdenk hem gewoon nog steeds. Maar goed, ik moet echt snel weer eventjes met Mick gaan praten. Want ja, het gaat anders echt niet goed komen. Oké, laat ik hier al dit iron eventjes bij doen. Hoppakee. Ik word langzaamaan echt ontzettend rijk in de survival, mensen. Het is niet te geloven. Het is echt ziek. Eens eventjes kijken. Bam. Zo. Oh. Dat geloof je toch niet, mensen? Dat die basis gewoon hier om de hoek zit. En dat ik er al die tijd langs ben gelopen. En Mick net zo goed. Dus ik weet niet hoe goed Mick en de pro al gezocht hebben met z'n tweeën. Maar ik denk niet heel erg goed. Is het misschien handig als ik iets van een, ja, brief achterlaat in die basis of zo? Ik weet het niet, hoor. Misschien is dat wel gewoon een heel erg goed... Nou, nee. Want er komt de dief er wel achter. En nee, we kunnen hier beter gewoon eventjes een soort van een, ja, val maken misschien wel voor de dief. Of we kunnen hier... Ja, ik weet niet. Misschien moet ik gewoon een hele dag met een onzichtbaarheidspotion in deze bunker gaan staan. Maar eigenlijk moet ik hier ook gewoon zo snel mogelijk weer weg. Want als de dief dadelijk terugkomt, dan heeft hij sowieso door dat ik er ben geweest. Dan gaat hij waarschijnlijk al zijn spullen meenemen en weer een nieuwe basis maken. En dat moeten we niet hebben, want op die manier kan ik niet Mick en de pro ervan overtuigen dat ik niet de dief ben. Oh jeetje, wat is het toch een gedoe allemaal ook. Oh. Ik hoop niet dat als ik de volgende keer die basis aan zal laten zien, dat ze denken dat het mijn basis is en dat ik het heb gemaakt. Dat zou echt ontzettend vervelend zijn, maar ik hoop het in ieder geval niet. Ik hoop ze echt te kunnen overtuigen. Welkom weer terug in mijn huis hier in Kleurstad. En in de vorige video hebben jullie kunnen zien hoe ik, ja, de basis van de dief heb gevonden. Ik weet nog niet wie dat de dief is, maar ik weet wel dat ik dit zo snel mogelijk tegen Mick en de pro moet vertellen. Maar zoals jullie in een
van de vorige video's hebben gezien, kan ik die dus nergens vinden. En dit is de basis. En ik ga je trouwens meteen weer eventjes weg, want dadelijk is de dief hier. En dan heb ik een groot probleem. Want hij mag nog niet zien dat ik dit gevonden heb. Want dadelijk neemt hij alle spullen weer mee terug. Nee, trouwens, ik wil wel eventjes zeker weten dat de spullen er nu nog in zitten. Want ja, ik weet niet. Ik heb gewoon echt het idee dat Mick en de pro mij ontzettend erg verdenken van dat ik dit allemaal heb gestolen. Maar oké, alles zit er nog in. Dat is belangrijk, want als het dadelijk allemaal leeg is, dan sta ik echt met een mond vol tanden als Mick en de pro dadelijk hier in deze bunker staan. Maar wat ik daar eerst voor moet doen, is ze eventjes zoeken. En dat klinkt heel erg makkelijk, maar ik heb ze echt al super vaak gezocht. Ik heb ze zelfs in de vorige video nog heel eventjes proberen te zoeken, maar ik heb ze helemaal nergens kunnen vinden. Dus oké, deze wapenwinkel van Mick is, ja, hoe treurig het ook is, nog steeds helemaal kapot. En hier is hij dus ook niet te vinden. Hij heeft dat ook nog steeds niet gerepareerd. Het lijkt wel of dat ze klus dat verlaten hebben of zo. Wacht, ik ga je ook gewoon eventjes naar boven. Nee, nee, nee. De pro is hier ook nergens te bekennen. Misschien is Mick dan in zijn eigen huis op dit moment. Nee, dat ziet er ook niet zo naar uit. Nee, 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 nee. Hier is ook helemaal niemand. Jeetje mineetje, waar zijn ze nou gebleven? Weet je wat ik ga doen? Ik ga gewoon eventjes met de trein dit hele spoor afrijden. En dat lijkt me een goed idee als ik eerst eventjes naar Paarstad ga. Dus ik pak hier gewoon eventjes een minecart. En ik ga onderweg gewoon heel erg goed om me heen kijken of dat ik ze ergens kan vinden. Oké, let's go. Ik ga hier zitten en ja, oké. Ik probeer gewoon zo goed mogelijk om me heen te kijken, maar ik zie echt nog helemaal niks. Hier staat een crafting table. Die heb ik alvast ooit zelf neergezet. Ik denk niet echt dat het een spoor is naar Mick en de pro toe. En oh nee, hier staan allemaal karretjes. Weet je wat? Ik loop wel gewoon over de rails heen. Oké, hier rechts zie ik helemaal niks. Misschien op de... hallo? Bro, ben jij dat? Bro? Heel? Ja? Hallo? Ik heb jullie super lang gezocht, jongens. Waar zijn jullie? Gezocht. Wacht, even snel andere kleding aan. Andere kleding aan? Hoezo andere kleding aan? Waar ben je? Hallo? Ja, hier ben ik. Hey, hallo. Weet je misschien wat Mick is ook? Ik heb jullie zo lang gezocht overal. Mick, die heb ik ook al een tijdje niet gezien. Hoezo? Mis je hem? Ja, nou, ik mis jullie gewoon, weet je. We hebben een heel erg groot probleem in Kleurstad, zoals je weet, met die dief en zo, die alles pakt en... Ik weet inderdaad wel van de dief af. Het is, ben jij de dief, bro? Ben jij niet gewoon... Ben jij de dief? Even serieus. Nee, ik ben niet... Oké. Ben jij de dief? Giel, ben jij de dief? Nee, tuurlijk ben ik de dief niet. Waarom niet? Nou, gewoon, ik heb nog nooit iets gestolen hier zo. Ik zou dat niet doen. Ik zou dat niet durven. Maar waarom ik wel dan? Nou, omdat we een of andere gekke blauw huis hadden gevonden met, zeg maar, een brief erin waarin stond dat jij het zou zijn. Ken ik al. Die heb ik al gehoord van Mick. Maar hoe logisch dus is jij nou hebt nu? Mick al wel gezien. Waar is Mick dan? Ja, wacht. Ik vertel je zo meer. Ik wil eerst even dit vertellen. Maar hoe logisch is het dat ik jullie zou vertellen dat ik diamonds heb gestolen in een boek? Waarom zou ik jullie dat vertellen? Ik weet het niet. Zag ik daar nou iets van een ei vliegen of zo? Dat zag ik ook. Nou, Mick? Okay, Giel, kom mee. Ben jij... Mick is die kant op. Je ziet daar een hele dikke boom, toch? Ja. Ja, daar zit een deurtje in. Oh, wat is dit dan weer? Hebben jullie een hele boom met gemaakt? Mick? Hallo? Hé, hey. Nee, hoezo handen omhoog? En ook. Wat is er aan de hand? Wat doe jij hier? Ja, ik ben hier gewoon aan het rondlopen. Ik was jullie aan het zoeken. Ik vertrouw niemand meer pro-speler. Kunnen we hem vertrouwen? Hoezo, Mick? We dachten eerst de pro-speler. Oké. Mick, onthoud wat we zeiden, oké? Onthoud wat we zeiden. We mogen mensen verdacht vinden, oké? Maar we moeten eerst... goed veel bewijs hebben voordat we ze kunnen... Jongens. Ik heb bewijs. Ik heb bewijs dat ik het niet ben. Ik heb ook bewijs. Dat ik het ben, of namelijk... wat? Nee. Ik zag de noob spelen met diamonds lopen. Dus dan hoef ik geen wapens op Giel. Nou, dat weet ik niet. Oh, jeetje. Wat wil je zeggen, Giel? Ik heb wat gevonden en ik wil het heel erg graag aan jullie laten zien. Maar jullie moeten even die wapens wegdoen, want dit kan best wel veel zeggen. Mick. Zullen we de wapens... Nou, ik heb al eens vaker geluisterd. Naar Giel en dan opeens heb ik allemaal TNT in mijn kop. Zo, Mick, we waren toch een team? We hebben toch met z'n tweeën zijn we toch op zoek naar de dief of niet? Waarom vertrouw je de pro trouwens ineens? Hij was toch de dief? Het is de pro-speler. Is pro-speler de dief? Nee, hij is gewoon cool. Ja, hij is cool, dat weet ik. Cool. Ik vind hem ook eigenlijk wel aardig. Maar waarom was er dan een blauw huis met een brief erin dat er stond dat het pro was? Omdat jij was. Jij wou mij gewoon hersenspoelen. Nee, ik heb dat niet Giel, gedaan. Giel, ik heb... Giel, laat ik het zo zeggen. Jij staat nog wel bekend om een beetje veel te pranken hier en
daar. En ja, jouw prank gaat soms best wel ver. En wie weet is dit wel een hele grote prank die net iets te ver gaat. Snap je wat ik bedoel? Nee. Maar ik heb geen prank. Nou. Dit is geen prank, oké? Nee, Mick, doe even normaal, man. Ik sla jou er dadelijk af, hè. Dat kan ook. Hier, kijk, gelijk agressief. Ja, je slaat mij toch ook net? Ik sla gewoon terug. Nee. Oké, wacht. Iedereen ga in een hoek staan. Van elkaar weg. Laten we gewoon even rustig praten. Even rustig doen. Oké, Giel. Ja. Dus kan jij een beetje een vage omschrijving geven naar wat je hebt gevonden? Je hoeft niet precies te zijn wat je wilt ons laten zien, maar... Ik heb een beetje een vage mogelijk... eigenlijk weet ik het wel zeker. Ik heb de opslagruimte gevonden met alle spullen die we kwijt zijn. En ik denk dat dat de opslagruimte van de dief is. Oké. Alle spullen die we kwijt zijn. Oké, maar dit kan ons wel weer een beetje vraagtekens geven, want jij hebt die opslag gevonden. Oh, jongens, ik heb het niet gebouwd. Ik zweer het je. Ik heb laatst... Nee, ik heb het niet. Ik heb... Nee. Laat het maar zien, Giel. Ik ben wel benieuwd. Ja, laat het maar zien. Nee, maar luister. Ik heb echt alleen die bunker gevonden. Ik heb het niet gebouwd, oké? Oké, laat dan zien. Oké, kom mee. Het is niet zo ver. Het is echt op een super gekke plek waar we nog nooit aan gedacht hadden om te zoeken. Maar ik heb laatst echt een hele aflevering lopen zoeken naar een bunker. En toen kwam ik hem uiteindelijk tegen. Gewoon laat maar aan. Het is toevallig om die huis, zeker? Nee, zeker niet. Oké. Nee, het is best wel dichtbij. Het is daar zo bij die schaapkooi. Zit een cave en daarin is het. Oké. Ja, er zit daar gewoon een cave. En ik was even alle caves aan het doorspitten. Ook zeg maar die mine die wij ooit hebben gemaakt. Weet je wel, met die overruimte waar super veel ovens staan. En daar heb ik allemaal gezocht. En allemaal andere caves. Maar ja, ik dacht van, ik heb overal gezocht behalve in de caves. Dus toen kwam ik eigenlijk op een laatste daar zo uit. En even kijken, waar is het ook alweer? Ik moet zeggen, het is wel een beetje heel erg toevallig, Giel. Ja, hoezo toevallig? Nee, hier zit het in ieder geval, oké? Hier zo, rechts in de muur. Rechts in de muur. Nou, jij eerst, Giel. Ja. Ik ben hier al een paar keer binnen geweest, maar ik heb expres niks nog meegenomen. Want anders zouden jullie weer denken dat ik weer erachter zit of zo. Dus ik heb echt, ik zweer het je. Ik heb dit alleen gevonden, jongens. Echt waar. Open de chest dus allemaal. Ja, allemaal openen. Ik wil niet dat het daar eens een trap chest is. Ja, deze kan niet open. Er zitten blokken voor, maar ik zal het wel eventjes weghakken om te laten zien. En er waren ook echt helemaal geen vallen of zo. Is dat wat je wil zeggen? Nee, er zaten helemaal geen vallen in niks. Gewoon echt helemaal niks. Dit lijkt me. Ja, hier zijn al die wapens uit de wapenwinkel. Hier liggen super veel diamonds in. En dat zijn onze diamonds, of denk ik. Dit zijn zeker niet alle diamonds. Nee, ik weet het ook niet, maar ik weet ook niet of dat dit de hele opslag is, want ja, hij heeft ook wel wat andere dingetjes gestolen, zoals mijn meubels en zo, maar ja. Ik ben namelijk 40 diamonds kwijt en dit zijn er bij lange na niet genoeg. Ja, ik 100. Dit zijn, even kijken. Ik ga wel die kogels meenemen. Zo, hoppakee. Even kijken, ik heb ze nou eventjes gepakt en het zijn 64 diamonds in totaal. Even kijken of dit geen nepgranaten zijn. Oh, kijk uit, Mick. Kijk uit. Dat moet je toch niet doen, Mick? Nee, het zijn geen nepgranaten. Hier, Giel, vangen. Nee, Mick, doe even normaal. Dat is gevaarlijk, oké? Dat is gevaarlijk. Hij is zijn eigen product aan het testen. Ja, nee, dat snap ik. En ik snap dat je je producten hebt gevonden. Dus, of dat je weer blij bent dat je ze hebt gevonden, in ieder geval. Nou, in ieder geval, kunnen... Werkt deze ook? Nee, pro. Pro, zie dan wat je doet. Je hebt Mick gekillt, man. Dat is even normaal. Ik wist niet dat Mick maar een paar hartjes had. Dat wist ik nog niet. Oh, joh, maar dit is helemaal niet goed. Nou weet de dief sowieso dat wij dit gesloopt hebben. Ja, maar misschien is dat juist goed. Nee, dat is niet goed, want we moeten hier gewoon alles laten zitten, hè, zodat de dief niet doorheeft dat wij dit gevonden hebben, zodat we kunnen ontmaskeren wie de dief is. Ja, maar dat is toch gewoon ook een goede waarschuwing voor hem, dat hij niet met ons moet zollen. Ja, dat snap ik, maar we weten nou toch nog niet wie dat het is, en dan kan hij de hele tijd maar door blijven gaan en door blijven gaan. Oh, ik had jullie dit nooit moeten laten zien. Nee, Giel, luister nou eens, kijk, we kunnen daar ook gewoon weer in onze boom uit gaan zitten, en ik heb al... Wie deed dat? Ja, dat Giel, was een pro. Dat was ik niet. In de hoek. Jij wil mij gelijk weer killen. Ik was dit niet. Pro was het. Hij pakt een bazooka. Hij wilde testen. Ik zweer het je. Ik heb geen enkel wapen. Niet eens in mijn inventory of zo. Ja. Giel, dat wist ik. Ik ben goed zeugen of de gek Oké. Nou, dan is het goed. Maar jongens, kom op. Mickey zegt toen net ook al tegen de pro. We hebben nu een probleem. Want nu weet de dief dat wij dit gevonden hebben. En dat is niet handig. Oh jee. Want we hadden hier supergoed kunnen spioneren en zo. Nou, dan krijg je wel als je met diamonds jat. Hoppa! Oh nee, Mick, wat doe je nou? Boom! Mick, doe normaal. Je kan de diamonds ook opblazen, hè? Hoppakee. Oh. Jongens, ik heb diamonds. Wie wil? Ja, ik wil eigenlijk wel een paar diamonds terug, eigenlijk. Ik wil ook mijn diamonds terug. Al onze diamonds zijn gestolen, namelijk. Woehoe!
Dankjewel, dankjewel. Oh, dit is wel top inderdaad. Dit is een goede vinst, Gielke. Ja, maar we hadden nog een betere vinst gehad als we de dief te pakken hadden kunnen hebben. Maar ja, dat hebben we nu echt helemaal verpest. Nee, dat is niet waar. Want wij kunnen nou gewoon bespioneren naar deze cave. En als dief hier naar binnen gaat, dan zien ik en Mick het 100%. Oké, maar dan moeten we wel echt vanaf dit moment de cave in de gaten houden. Anders dan gaat het niet lukken. Dus als jullie nou nog eens zo'n boom maken hier bovenop, dan zou dat veel makkelijker zijn. Moeten we nog zo'n boom met maken en dan zoveel werk. Ja, weet je... jij mag dat wel doen als je wil. Ik neem de eerste wacht wel eventjes. En waarom ga je gelijk Science neerzetten, Mick? Omdat hij best wel met ons moet zollen. Ja, dat snap ik, maar dit had ik... Ik had jullie nooit deze cave moeten laten zien, echt waar. Giel, ik dacht dat je altijd een man van stalen ballen was. Wat is dit nou weer? Ja, dat weet ik ook niet. Ik ben gewoon lekker aan het... Nee, maar ik wil gewoon niet meer dat er iets gestolen wordt. Weet je hoe vaak mijn hele huis al overhoop is gehaald? Ja, maar je moet niet zomaar mensen over je heen laten lopen. Ja, dat snap ik. Dat is ook zo, maar... Kijk eens wat ik hier heb geplaatst. We moeten hem wel bang maken. Ja. Wij kunnen ook stelen. Klopt, maar we stelen nou onze eigen spullen terug. Dus dat is wel een beetje triest of zo. Nee, wij gaan vinden waar hij woont en alles. Oké, nou laten we dat in ieder geval maar gaan doen. Jongens, bedankt. Ik hoop dat jullie me een beetje vertrouwen weer. Hoop ik. Maar trouwens, er zitten daar nog allemaal wapens in die chest. Ik moet er wel eventjes meenemen. Ja, wil je dat ook gelijk meenemen dan? Nou, nee, die mag jij meenemen. Het zijn jouw wapens, weet je. Ja, ik mag... Leg het dan niet in de wapenwinkel. Leg het dan ergens anders waar de dief nog niet is geweest. Weet je wat ik? Ik laat hier even liggen en ik ga kijken of er iets verandert hier. Oké, is helemaal goed. Diamonds, ik wil hem... Dit is een waarschuwing voor hem. Ja, nou, oké. Ik ga in ieder geval eventjes lekker naar mijn huis, want ik ben wel moe van deze dag. Ik ga lekker slapen, jongens. Bedankt. Ik ga er vandoor. Oké, yo. Geel. Klop, Giel. Ja. Wat is er, pro? Oh, wat moet weer dat weer op die vroege ochtend? Weer een noodgeval? Weer een noodgeval, ja. Kijk naar het winkelcentrum. Alle deuren. Ik had het helemaal afgetimmerd, zodat er niemand naar binnen zou kunnen komen. Ja, precies. Het is gewoon helemaal kapot gemaakt. Oh, jeetje. Ze hebben hier de hele glazen deur eruit gesloopt en... Oh, nee. Alle bankjes zijn weg ook. Er zijn ook een heleboel spullen weg. Oh, wat? Nee. De hele bakkerij is helemaal kapot en... Oh, nee. De chesten zijn ook allemaal meegenomen met alle voorraad. Oh, jeetje. Ik ben hier zo lang mee bezig geweest om al deze kleding te verzamelen, hè? Oh, nee. Dit is ook allemaal weg. Dit meen je niet. Ja, dit doet hij natuurlijk weer omdat we zijn bunker kapot hebben gemaakt. Maar dit bewijst maar wel dat het zijn bunker is. Ja, inderdaad. Maar... Nu weten we het 100.000% zeker. Wie kan dit gedaan hebben, bro? Heb jij nog op de wacht gestaan de laatste tijd, of niet? Ja, ik heb op de wacht gestaan, maar het hele probleem is, vanuit de boom kun je dus net niet dit zien. Ja, dat snap ik inderdaad, maar we moeten echt meerdere uitkijkposten gaan maken, denk ik. Oh. Ja, maar weet je wat wel een beetje een dingetje is? Ik zat erover na te denken natuurlijk, want oké, we leggen de hele tijd linken met de noob, en dit kun je eigenlijk ook weer kasseren naar de noob misschien, inderdaad. Omdat hij hier met een overval kwam plegen of zo. Ja, voor de mensen die het niet gezien hebben, ik heb dus een keer een dag in dit winkelcentrum gewerkt. Die video staat ook op mijn kanaal. En daar heeft de noob inderdaad een overval gepleegd in dit winkelcentrum. En ja, dat komt inderdaad best wel weer overeen. En ja, hij wilde toen ook echt van alles wat hebben. En nu heeft hij echt al de spullen meegenomen. Ja, hij heeft toen waarschijnlijk ook de chesten kunnen zien en dat soort dingen. Dus misschien wist hij daarom waar ze precies zaten. Ja, inderdaad. Ik heb wel echt alles laten zien aan hem. En maar in principe, er is niet iets specifieks gestolen of zo. We hebben niks concreets tegen de noob. Het is gewoon de hele tijd wel heel erg toevallig, is wat ik wil zeggen. Ja, dit is echt heel erg toevallig. Gewoon dat het alweer op deze manier gebeurt. Dat is zo ontzettend apart. Hè? Oh, nee. Dit is echt niet goed. Is er misschien ook iets in de dierenwinkel van mij gebeurd, of niet? Nee, ik heb gelijk overal een beetje rondgekeken. En verder is er gelukkig niks kapot. Alles is heel verder. Alleen, ja, het winkelcentrum is weer helemaal leeggeroofd en kapot gemaakt. Dit gaat weer zoveel reparatiekosten kosten, joh. Dat is niet normaal. Ik heb net allemaal diamonds binnen en die moet ik nou weer gaan uitgeven om dit winkelcentrum helemaal te repareren. Nee. Hou je diamonds maar lekker in je zak. We werken samen wel een beetje om het een beetje te repareren. Dat komt allemaal wel goed. Probeer er niet te lang over in te zitten. Oh, jeetje. Jawel, ik heb hier zo lang aan gewerkt. Dan moet je eens kijken. Mijn hele levenswerk is kapot, man. Kijk, hier al de winkels helemaal vernield. Oh, overal het glas ook uitgesloopt. Het komt allemaal goed, Giel. De bank was ook helemaal gesloopt. Die hebben we ook heel snel kunnen repareren. Precies hetzelfde gaat hier gebeuren. Ja. Oké. Nee, dat is wel fijn inderdaad. En, maar we moeten echt die dief gaan zoeken, pro. Kunnen we niet even een rondje lopen om te kijken of dat hij er nog ergens is hier in de buurt? Ja, dat lijkt me inderdaad wel een goed idee. Want we hebben ook natuurlijk Paarstad, Geelstad en Blauwstad. En wie weet is er daar wel iets gebeurd.
Daar heb ik nog helemaal niet gekeken. Ja, ik ook inderdaad. Wacht, laten we anders even naar het treinstation gaan achter mijn huis, oké? Dan kunnen we eventjes de kant van Blauwstad en Geelstad op. Ik ben eigenlijk ook wel benieuwd, want we zijn... Of ik ben laatst nog in Paarstad geweest, daar zag het er allemaal nog best wel, ja, normaal uit. Maar, oh, dit is zo apart, joh. Hoezo wil die alles slopen, die gast? Ik heb geen idee. Hij wil waarschijnlijk gewoon zoveel mogelijk spullen van ons stelen en daarmee wegkomen. Maar dat gaan we echt niet laten gebeuren. Hier, kijk, ik heb een minecart voor je, alsjeblieft. Oké, dankjewel. Eens even kijken, dan moeten we gewoon even hierheen en echt goed opletten. Want hoe lang geleden heb je gezien dat dit is gebeurd, zeg maar? Ik ben echt direct naar je toe gekomen, Giel. Oké, dat is heel erg goed, dankjewel. Even kijken. We moeten echt hier goed tussen die bosjes en zo ook kijken. Ik kijk wel aan de linkerkant, ja? Kijk jij aan de rechterkant anders? Dan, ik ben al naar Blauwstad aan het kijken met mijn verrekijker. En het ziet er allemaal goed en heel uit. Misschien verstopt hij zich hier ergens in de paardenracebaan. Dan moeten we ook even kijken, want er zijn een hele hoop muurtjes. Maar ik zag daar niemand. Oké, laten we hier even stoppen. Oh, wacht. Ik heb mijn minecart door laten rollen. Nou ja, maakt niet uit. Even goed kijken, Blauwstad hier zo. Eens even kijken. Hier zitten nog... Oké, hier zitten al je potions nog in. Hier is hij niet geweest, denk ik. Nee, hier is hij inderdaad niet geweest. Gelukkig maar. Ja, echt hoor. Oh. Oké, laten we snel doorgaan naar Geelstad. En misschien moeten we dadelijk ook even tegen Mick vertellen wat er gebeurd is. Maar laten we eerst even in Geelstad kijken. 100% Mick moet hier echt van weten. Ja, echt hoor. Oh. Waarom gaat er weer zoveel mis hier zo? Ik snap er helemaal niks van. Oh, wacht. Ik ga wel bij jou in een bootje zitten trouwens. Dat scheelt weer. Doe maar. Hoppakee. Oh. Ik word hier helemaal gek van, hè, bro. Ja, ik vind het ook met niks. Oké, hallo. Is hier iemand? Oké, ik zie hier alleen maar iron golems. Nou, dat betekent dat die in ieder geval nog niet gekild zijn door een mogelijke dief of zo. Hier zitten gewoon spullen in. Ja, hier zitten inderdaad wat spulletjes in, maar dit herken ik allemaal niet. Dat is volgens mij ook niet gestolen of zo. Nee. Oké. Hey, ik denk dat dit allemaal goed is. Ik denk dat de iron golems er ook wel goed zouden afschrikken als hij hierin komt. Ja. Oh. Wat doe je? Oh! Hey, Mick. Wat doen jullie in Geelstad? Nee, niks aan de hand, niks aan de hand. Niks aan de hand. Nee, we wilden juist alleen maar even controleren. Het is niet hoe het lijkt, hè? Mick, luister. We zijn een check aan het doen of alles nog heel is. Want het winkelcentrum is nou in één keer kapot gemaakt. Ja, en ook echt helemaal kapot gemaakt. Is er iets kapot in Geelstad? Nee, het winkelcentrum. Ja, dat maakt me niet uit. Mick, dat is ook jouw winkelcentrum, hè? Ja, jij claimt hem toch altijd. Ja, oké, dat is waar. Maar in ieder geval, we wilden even checken of dat er nog wat kapot was. Nee, we hebben alle chests al gecheckt. Er is niks weg. Waarom komen jullie mijn chesten? Kijken of er niks gestolen was. Ja, we wilden jou waarschuwen. We hebben het ook bij Blauwstad gedaan, Mick. Ja, dat is jouw stad. Dan mag je toch ook zelf beslissen wat je doet. Ja. Oké, Mick, we hebben het uit goede bedoelingen gedaan. Okay? Ja, oké, maar... Oké, er is niks gestolen. Nee. Maar ik wil dat winkelcentrum wel eens zien dan, hoe erg het is. Oké, laten we er even heen gaan. Het is echt... Ja, het is heel triest eigenlijk. Ik pak hier gewoon even minecart. Doei. Doei. Ik heb geen minecart. Oké, je bent er ook best snel als je rent, denk ik. Hoppakee, wacht. Nou, top. Mick, kom je eraan? Hallo? Ik ben nog pas hier, Giel. Ik heb geen minecart. Nee, geen probleem. We zijn nu bij Blauwstad. Even kijken. Ja, laat hier niet al. Je had hier toch al gekeken? Ja, dat klopt. Maar ik dacht misschien dat de pro hier ook wil stoppen. Oh nee, een minecart. Zo, hoppakee. Ik ben veel sneller dan jou, Mick. Nu stop ik. Karma! Weet je wat? Ik loop gewoon achter jou aan. Ik vind het eigenlijk ook wel leuk om een keertje over de rails heen te lopen. Oké, het winkelcentrum. Dat is hier, toch? Ja, daar heb je gelijk. En dat is hier zo bij die fabriek, inderdaad. Het is dat blauwe gebouw. Oké, ik ben heel benieuwd. De hele voorkant is eruit gesloopt. Toen zijn alle bankjes, die stonden hier, die zijn allemaal meegenomen. Oké. En ja, deze bakkerij is helemaal leeggeroofd. Maar je weet toch, die voorraadchessen die ik hier een beetje sneaky verstopt had, die zijn dus allemaal meegenomen. Dus, dit betekent ook dat de dief een andere plek heeft om al zijn spullen op te slaan. Of, het moet zijn dat hij weer op zijn oude plek zit. Dus daar moeten we dadelijk ook echt nog eventjes iets gaan checken. Ja. Ik weet het ook niet, Giel. Alles is weg, hè? Alles. Hier, kijk. Ik zeg je wel heel eerlijk. Er zaten hier nou niet echt zeldzame spullen, dus ik vind dit minder erg. Dat is ook wel zo. Maar het was wel Giel zijn passie, hè? Ja, maar er waren wel superveel. Ik had superveel voorraad, hè? Ik bedoel, ik had echt nog super lang. Ja, mensen kunnen voorzien van armor, eten, weet je. Dat is nou allemaal weg. Dus, nou ja, we moeten gewoon de dader zoeken, weet je. Hij heeft ook jouw bank opgeblazen. Dus we moeten sowieso, we moeten hem gewoon uitschakelen, oké? Ja. Nou ja, in ieder geval, die winkel die krijgen we wel gefixt. Het valt nog wel mee. Ja, klopt. Maar wel alle spullen zijn weg. Ja, ik ben blij
blij dat er niks in de bank lag. Nee, inderdaad, dat is ook echt top. Maar oh, we moeten gewoon bijna alle spullen ergens anders heen verhuizen. Want op deze manier gaat de hele kleurstad eraan. Ja, ja, en kijk, ja, dit is gewoon hetzelfde verhaal, Giel. Oké, maar er staat hier verder helemaal niks? Nou ja, Giel, we hebben dit gewoon opgeblazen. Dit is gewoon een... dit is gewoon kapot. Ja, dit is gewoon kapot. Oké. Oh, wat kloot is dit. Dat is de sign staat hier nog. Ja, oh, we moeten hier echt... we moeten hier gewoon echt goed gaan opletten of dat er nog wat gebeurt. Want we moeten die dieven niet bij de noob kijken. Ja, laten we dat doen. Misschien ligt daar al mijn eten binnen. Ja, gewoon nog een keertje extra checken wat of is niet dit dan? Hier raar is hier gebeurd. Ik dacht even dat dit een kelder was of zo. Die had ik nog nooit gezien. Ja, de noob heeft allemaal rare ingangen die nergens naar leiden. Ja, ik vind het ook zo raar dat, zeg maar, de noob heeft bijna al zijn spullen weg. Dit is het enige wat er nog in staat. Hè? Een bed en een dubbelchest. Ja, het zou best wel kunnen dat hij gewoon als speler nu in een geheime kamer heeft. Ja, misschien is hij wel gewoon verhuisd ergens anders heen. Want zeg maar, die bunker die zag er wel vet uit. Maar het zag er niet uit of dat het zeg maar een huis was waar je echt in gaat wonen. Weet je, misschien kunnen we dit eens proberen. Zo. En dan gaan we gewoon. Je wil naar beneden graven of zo? Nou, ik weet het niet. Ik even kijken of hier toevallig iets zit. Okay. Ik probeer ook maar wat. Ik ga nou niet weer iemand zijn huis helemaal slopen zonder dat je weet of hij het is. Ja, nou ja, misschien zit hij... Misschien heeft de pro gelijk. Ik denk dat we gewoon even moeten afwachten. Hoe frustrerend het ook is. Maar we moeten gewoon echt weten wie het is. Want ik word er helemaal gek van. Ja, ik word ook helemaal gek. Wat wordt er dadelijk nog gesloopt? Mijn kippenfarm en mijn Iron Golem farm? Denk het niet. Dat moeten we echt niet laten gebeuren. Dan, dit zijn de enige inkomstenbronnen bijna nog. Nou, maak je niet druk. Die zijn goed in zicht vanuit onze bomen. Dus dat gaan we sowieso zien als er daar iets gaat gebeuren. Ja, dat is waar. Maar ja, geen druk om. Weet je, met zo'n bazooka kan die vanaf heel erg ver gewoon schade aanrichten. Dus dat maakt het ook een beetje eng. Ja, die bazooka heb ik meegenomen als het goed is. Ja, oké, dat is heel erg goed. Maar ja, oh. Hij heeft vast nog een bazooka, anders had hij de bank nooit op kunnen blazen. Ja, en hij had volgens mij toch ook dat wapencrafting ding uit de wapenwinkel gestolen. Ja, en die hebben we nog niet gevonden, hè? Dus die heeft hij sowieso ook nog ergens. Maar waar is überhaupt de noob? Ik heb hem al zo lang niet meer gezien. Het is echt heel raar. Ik snap er ook helemaal niks van. Sowieso de noob. Ja, sowieso. Kan niet anders. Zijn hele huis is leeg. Echt, ik wil hem echt even spreken, joh. Een hele goede morgen vanuit Kleurstad. Ik heb zojuist mijn mooie visjes wat eten gegeven. En ik ga eventjes naar mijn kippenfarm toe. Want ik heb niet genoeg kippetjes meer om de dag door te komen. Dus laten we dan maar eens eventjes heen lopen. Oh, en wat? Oké. Ik zie de noob daar lopen. Wacht. Ik moet dit tegen Mick vertellen. Wacht, ik ga gewoon via de achterdeur van Mick's huis eventjes naar Mick toe. Want voor de mensen die het niet weten, we hebben de noob echt al super lang niet gezien. En nu is hij thuis en we moeten hem confronteren. Want wij verdenken de noob dat hij de dief is. Mick, goedemorgen. Jeetje, ik schrik me kapot, man. Mij die tijd. Mick, er is iets heel belangrijks, oké? Er is echt iets heel belangrijks. Wat is er gebeurd? Kijk daar, je ziet daar de nametag van de noob. Nee, de nametag van de noob. We gaan hem confronteren. Kom, hij is thuis. Eindelijk. Let's go. Kom, voordat hij dadelijk weer weg is. Ik ben echt heel benieuwd of hij heel veel diamonds heeft gezien. Ja, ik ook. Eens eventjes kijken. Hallo, noob. Klop. Hallo, mag ik binnenkomen? Noob. Mag ik even. Wat gaat hij nou weer doen? Wat ga je doen, noob? Wat doe je nou? Alles, hoe is het? Hey, noobie. Hey, ik heb je lang niet gezien, man. Wow, je hebt een glinsterende kleren aan. Dat is wel echt een tijdje geleden, noob. Ja. Alles goed met je? Ja, met jullie. Eigenlijk niet. Eigenlijk gaat het heel slecht met ons, hè, Mick. Ja, weet je niet wat er allemaal gebeurt? Het is nog nooit slechter gegaan met ons. Het is niet normaal. Ik ben zo... Het is wel heel heftig, ja. Het is heel heftig. Nee, maar ik weet helemaal niks, want ik ben zo druk bezig geweest de afgelopen tijd. Met spullen stelen of zo, hè? Nee. Toevallig... Ik zou nooit spullen stelen. Zou je ook nooit diamond stelen? Zou je dat ook nooit doen? Want ik zie hier in één keer allemaal diamond armor in deze chest liggen. Ik weet niet waar dat allemaal vandaan komt, maar... Die had gekregen van een meneer. Oké. Okay. Ja, maar die had ik nog nooit gezien en hij had zijn naam ook niet gezet. Hij zei, Noobie, wil jij een armor van de diamanten? En toen zei ik ja. En toen gaf hij die. En toen zei hij, nou, doei. En toen zei ik, oké, doei. En zo was het gegaan, hoor. En hoe zag hij eruit? Ja, hij had allemaal rare kleren aan. En bij zijn ogen had hij ook iets raars. Wat? Iets op zijn hoofd had hij. Echt waar? Ja.
Okay. Ja, als ik geloof daar helemaal niks van. Noob, als dit zeg maar, als je de waarheid vertelt, dan zou dat waarschijnlijk de dief zijn, want er is een dief hier. Ja, er is een dief in Kleurstad, ja zeker. Dus waarschijnlijk is dit van onze diamonds gemaakt. Ja, dus die nemen we eventjes mee. Ik heb het even in beslag genomen. Ja, maar. Ja. Maar die was heb ik gekregen? Ja, die heb je gekregen van een dief of je hebt ze zelf gestolen, Noob. Ik denk dat tweede zelfs. Nee. Want het is heel erg raar, hè? Het is heel raar, Noob. Want sinds dat er hier allemaal inbraken zijn, zijn al jouw meubels in jouw huis weg. Ben jij nergens meer te bekennen. Mijn duchthuis is ook helemaal kapot gemaakt. Nee, Mick, niet schieten. Dat gaat veel te ver, Nee, waarom zou... Waarom is jouw deurthuis kapot gemaakt? Ja, dat weet ik niet. Dat denk ik dan ook dat die dief heeft gedaan of zo. Ja. Wie heeft dit gedaan, ja? Wie heeft dit gedaan? Waarom zou ik mijn eigen deurthuis kapot maken? Maar Noob, vertel ons de waarheid. Vertel de waarheid, kom op. Vertel niks anders dan de waarheid. Wacht. Mick, zullen we hem anders even meenemen naar dat ene plekje, weet je wel? Dat ene plekje wat we laatst gevonden hebben. Ja, laten we je wel bewijs zien van wat we allemaal hebben gevonden. Ja, inderdaad. En waarom wij denken dat jij het hebt gedaan. Dat is ook belangrijk. Kom maar even mee. Auw! Oh, ja, wel voorzichtig zijn. Ik ga naar beneden. Dit was jouw bunker, of niet? Er staat iemand. Oh, een heks. Oké, ik kill hem wel eventjes. Geen probleem, hoppakee. Wow, jij bent echt goed. Ja, dat weet ik. Ik ga bijna af. Ik ben ook ziek. Maar niet uit. Nee. Eet maar even. Ik heb nog een half hartje, jongens. Niks aan de hand. Dit was een geheime bunker. En zoals je ziet, is nu hebben jullie, geheime hebben jullie dat gemaakt? Nee. Dat heb jij gemaakt, denk ik. Anders zou ik wel weten dat hier een geheime bunker is. Wat denk jij? Wacht, Noob. Blijf jij even staan. Hier moet je even blijven, oké? Mick, kom even mee naar boven hier zo. Mick, wat denk jij ervan? Ja, ik weet het echt niet. Dat verhaal dat hij vertelde, dat is wel iets wat de Noob kan zoiets toch niet verzinnen? Nee, en de Noob is ook wel weer degene die meestal gewoon weer spulletjes krijgt van allemaal random mensen, weet je. Hij werkt natuurlijk ook wel heel toevallig dat hij het hacken. Ja, dat vind ik ook. En hij is zo lang weg. En het, weet je, degene die het... ik weet het gewoon niet, want ik ben nog helemaal niemand tegengekomen in de survival. Nee, hoe komt hij dan wel weer iemand tegen en ik die de hele dag op de wacht zit niet? Ja, maar hoe is hij ook zo lang weg van huis geweest? Ik snap er echt helemaal niks van, weet je? Vraag daar anders over. Goeie. Noob, hallo. Hallo. Hebben jullie besproken dat ik niet de dief ben? Waarom ben je zo lang van huis weg geweest? Want we hebben je super lang niet gezien in de survival, zeg maar. En ik zou mijn antwoord geven. Ja. Niet schieten. Ik word helemaal nerveus. Ik heb hier een bezoek. Hier word je nerveus van, hè? Kijk uit! Dus, waar ben jij geweest de afgelopen tijd, Noob? Mijn tuchtdorp daar is klus en die doet allemaal hele mooie dingen voor mij bouwen. Dus ik vind het daar gewoon superleuk. Daar ben ik geweest. Een andere vriend, Noob, is dat misschien de dief, hè? Wow, ik weet bijna. Dat is wel de dief. Dat kan niet anders. Klus is de dief. Daar is een zombie. Hoppa. Die hebben jullie snel afgemaakt. Ja, dat klopt. En we maken jou ook snel af op het moment als je niet eruit gaat. Nu is hij daar ergens boven. Okay. Kom, we moeten hem niet uit het oog verliezen meer. Kom op. Ik wist niet dat hij zo weinig AP had, Giel. Ja, maar kom op, je schiet toch niet op de noobspeler? We weten nog niet zeker of dat hij wat gedaan heeft, hè? We hebben gewoon over afmaken. Ja, dat snap ik, maar het is wel een beetje zielig. Waar is hij nou? Noob, heeft hij nou ook een andere spamplek? Luister, Mick, we hebben 10 dagen gezocht naar de noob. Eindelijk hebben we hem gevonden en dan doe je dit. Doei, Giel. Gooi je nou een ender... Oh nee, nu ben ik Mick ook nog kwijt. Oh nee, die staat daar ergens. Oh nee, waar is de noob nou weer? We moeten hem even vinden, anders dan gaat dit helemaal verkeerd aflopen, heb ik het idee. Mick, waar is hij nou? Heb je hem al gevonden? Ik ben aan het zoeken. Noobie, ik heb dirt. Oké, Mick, weet je wat we denk ik het beste kunnen doen? Dirt. Misschien dirt kunnen... Dirt gooien. Zal die dan komen, denk je? Ja, trouwens. Dat zou best wel kunnen. Dirt gegooid. Ik heb hier ook een hele hoop dirt. Even kijken. Misschien werkt het wel zo. Wow. Allemaal gratis dirt. Gratis dirt af te halen bij het hotel en het politiebureau. Gratis dirt. Dit werkt. Maar als ik die dirt pak, kan je mij dan weer allemaal... Nee. Het was een foutje. We wilden alleen maar één keer schieten. Maar Mick wist niet dat je zo weinig HP had. Ha, dicht. Oh, nog een dicht.
Hier nog weer dicht, 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 dicht. Ik zei het al dat het werkt, joh. Hier ligt nog heel veel. Ik ben naar beneden gevallen, jongens! Oh, zit hier een geheime bunker van een noob? Oh, nee, oké. Sorry. Ik ben naar beneden gevallen. Ik dacht heel eventjes dat dit jouw geheime basis was, dief. Noob, sorry. Hé, hey, maar Mick! Ja, spijt me, noobie. Sorry. Ik wou jou echt bijna slaan, maar omdat je zei, spijt me, doe ik dat niet. Nou, dat is fijn. Nee, maar ik zei, omdat je zei, spijt me, nee, doe ik het niet. Spijt me eigenlijk helemaal niet. Hey! Mick, niet schieten, niet schieten, niet schieten, niet schieten. Nee, maar hij is gewoon de dief. Oké, Noob, ik ben blij dat we hier zijn. Ik ben blij dat we hier zijn. Kijk om je heen. Noob, kijk eens om je heen. Waar zijn alle wapens die hier liggen? Die hier waren? Waar zijn alle wapens die hier waren? Waar zijn ze allemaal? Was dit een wapenwinkel? Ja, dat was een wapenwinkel totdat jij alles hebt gestolen. Nou, hier liggen helemaal geen wapens, Giel. Het is maar een slechte wapenwinkel, ja. Oh, nee. Maar waar zijn die wapens gebleven, Noob? Waar zijn ze gebleven? Zeg het gewoon. Ik heb geen wapens. Oké, wacht. Dan heb ik nog iets wat ik wil laten zien, oké? Achtervolg mij, achtervolg mij. Waarom? Dat lopen jullie mij niet. Kom maar. Achtervolg mij. Oké. We lopen eventjes deze kant op. Want je weet toch wel, Noob, toen ik het winkelcentrum net officieel had geopend en toen ik lekker een dagje ging werken. Toen jij met een pompoen op je hoofd een overval hebt gepleegd. In het winkelcentrum. Ja. Dat was grappig, hè? Nee, dat was niet grappig. Want weet je wat er nu is gebeurd, Noob? Weet je wat er nu is gebeurd? Al mijn spullen zijn weg. Kijk, mijn hele winkel, mijn levenswerk is vernield. Kijk hier, alles, geen spullen meer. Alles is gestolen. En dat heeft een dief gedaan. En snap je dan dat ik jou verdenk omdat jij al eerder hebt ingebroken hier? Nee, maar ik heb niet... Het was nog niet gelukt. Het was eigenlijk maar een grapje. Maar hey, Giel, ik heb een ideetje, hè? Nou. Als toch al jouw spullen weg zijn, dan kunnen we hier toch gewoon één grote duchtwinkel van maken? Nee, Noob. Dat heb ik heel veel. Zo werkt dat niet, oké? Zo werkt dat niet. Oh, maar wat was dit dan? Was dit een klerenwinkel? Ja, dit was een klerenwinkel. En hier heb je al ooit eerder wat kleding gestolen. Dus ik verdenk jou ervan dat jij de rest van de kleding ook hebt gestolen en dit allemaal gesloten hebt. Oh, nee, maar dat heb ik niet gedaan. Weet je het zeker? Echt, ik beloof het. Hier. Haha, nu zit hij erop gesloten. Oh nee. Mick. We moeten hem niet uit het oog verliezen. Oh, hij gaat aan de muren en aan de klas. Oh nee. Mick, wat had ik nou gezegd? Sloot ons op. Ja, oké, dat is waar. Mick, misschien kunnen we beter de Noob maar eventjes met rust laten. Wat denk jij? Nee, laat hem maar lekker in zijn huis zitten. Kom, Mick, we gaan er vandoor. Ik wil even nog wat met jou bespreken. Dat vind ik een beetje eng, dit view. Nee, niks aan de hand. Kijk, weet je wat het is? Ik weet niet. Wat denk jij nou over deze hele situatie? Verdenk jij een Noob of... Ik vind het altijd zo moeilijk in te schatten, want hij is ook gewoon super dom. Weet je wel? Ja, ik verdenk die klus eerder nu. Klus? Nee. Ja, waar hij het over had. Ik denk gewoon oprecht dat het gewoon iemand is die weer is ingebroken in de server en weer allemaal dingen aan het stelen is. Ik denk oprecht dat het een dief is. Of Alex. Dat weet ik ook niet. Of jij bent het. Nee, ik ben het niet, Mick. En jij bent het ook niet, oké. Grapje. Nee, ik denk niet dat het een Noob is. Weet je waarom? Weet je waarom, Giel? Vertel. Omdat hij eerst een blauw huisje bouwde. Toen zei hij dat hij de pro was. Dat is eigenlijk al veel te slim voor de Noob. Ja. Oké, dat is waar. Wat we moeten doen? Ik ga even sorry zeggen. Nee. Ik ga geen sorry zeggen, want hij heeft nog steeds iets verhandeld met... Nee, oké, doe maar lekker, Mick. Ik blijf lekker hier staan. Ik wil gewoon even sorry zeggen. In de vorige video van Mick is iets heel erg zieks gebeurd. Wij zijn namelijk de dief tegengekomen. En het was niet de noobspeler, niet de pro-speler en gelukkig ook niet Mick. En daar zijn we allemaal ontzettend blij mee. Want dat betekent dat we niemand van onze vrienden hier in Kleurstad hoeven te verdenken. En dat brengt toch wel weer een stukje rust. Maar we hebben de dief nog niet te pakken gekregen. We hebben in de video van Mick echt een super spannende achtervolging gehad met de auto. Want ja, de dief heeft de auto van Mick gestolen. Dus Mick is er in mijn kapotte auto achterna gegaan. En die auto, ja, die was niet snel genoeg helaas. Maar we moeten een plan hebben. Want we hebben nu dus deze gevangenis. Zoals jullie... ik ga het eventjes laten zien. Hier zo voor hebben we het politiebureau met deze gevangenis. Maar dit is een hele kleine, onbeveiligde gevangenis. En daarom heb ik vandaag het idee om een grote gevangenis te maken. Die beter beveiligd is. Waar niemand uit gaat kunnen ontsnappen. En daarvoor heb ik wel even de hulp nodig van de Noob en van Mick. Dus laat ik eerst maar eens even aankloppen bij de Noob. En hallo? Goedemorgen, Gielke. Hallo, Noob. Ik heb vandaag jouw hulp nodig.
zo. Heb jij ooit een gevangenis gebouwd? Ik heb al 5 gevangenissen gebouwd. Zo. Maar ik moet jou wel vertellen dat er wel 5 mensen ontsnapt zijn uit die gevangenissen. Oké, nou weet je wat, dan mag je meehelpen met bouwen en dan zorg ik wel dat het veilig genoeg is dat er niemand ontsnapt. Ga je mee Mick wakker maken of niet? Ja, ja, Mick wakker maken, hey! Oké, let's go! Mick, hallo? Klop, klop. Hallo, klop, klop, Mick. Oh, volgens mij ligt hij te slapen. Kom, we gaan hem wakker laten schrikken. Let's go, ja, let's go, we gaan hem wakker maken! Ah, Mick, hallo! Goedemorgen! Boe, Mick! Boe, boe, boe! Wat is er? Nou, Mick, ik heb je hulp nodig. Je weet natuurlijk... Wacht. Oh nee, ik gooi mijn zwaard. Hulp nodig? Ja, okay, kijk, we hebben natuurlijk nou... Deze... Ja, maar je deed niet open. We hadden al aangeklopt, maar je reageerde niet. Ik hoorde je alleen maar snurken. Niet goed slapen. Nee, daar kan je ook niks aan doen. Maakt ook niet uit. Maar in ieder geval, je ziet daar toch die gevangenis. Die is een beetje beetje kleine gevangenis. Hij is niet goed beveiligd. En ik dacht, als we dadelijk de dief gevangen nemen, moeten we wel een iets grotere, goed beveiligde gevangenis hebben. Ja, daar ben ik het wel mee eens. Want ik ben niet de dief. We moeten de dief pakken. Ja, we moeten hem pakken inderdaad. En ik heb een hele hoop blokken verzameld. Dus lopen jullie maar mee. Want ik heb hier al een soort van uitleiding gemaakt wat ik wil maken. Het is eigenlijk achter de Iron Golem Farm een beetje. Dus dan moeten we een beetje... Ah, we gaan het op een nieuwe plek doen. Ik dacht, we gaan... Ja. Nee. We gaan echt even een nieuwe gevangenis maken, want hier komen echt de zwaarste criminelen te zitten. Zeg maar, bij het politiebureau is gewoon zo'n cel waar je voor één nachtje in blijft, weet je wel. Ja, daar komt de noob in. Maar ja, precies. Ja, dit is dit wordt een beetje de gevangenis die we gaan bouwen. Dit is een beetje de uitleiding. En ik dacht van, dan maken we hier 2 verdiepingen met heel veel cellen. En dan maken we hier een soort van een mooi hek waar je dan naar binnen moet. En dat leek me wel een goed idee. En jij dacht dat de noob daar aan mee kon helpen? Ja, wel, want we moeten heel veel blokken plaatsen. En wacht, ik ga eventjes kijken. Ik denk dat we hier alvast 4... dus er moeten nog 3 blokken overal op van dit witte concrete. Nee. Noob. Geen dirt. We gaan geen dirt gebruiken, want dat is niet sterk genoeg, oké? Okay? Dan breekt iedereen zomaar uit. Maar dan wordt het een hele mooie gevangenis. Nee, Noob, we gaan geen dirt gebruiken. Waarom heb je de Noob hiervoor gevraagd? Oké, jongens, pak allemaal maar wat witte concrete erbij. Het zit hier allemaal in de kist. En wat we gaan doen is, wij gaan hier 1, 2, 3 blokken gewoon zo overal opbouwen. Dat is waar we mee beginnen. Het is heel erg makkelijk. 1, 2, 3 blokken opbouwen. Woehoe. 1, 2, 3 blokken opbouwen. Kijk, Hiel, ik heb hier 3 blokken neergezet. Bouw jij maar die kant op, Noob. Dan ga ik lekker deze kant verder. Lukt het bij jou ook, Nick? Kijk hoe snel ik ben. Wojo. Het is ongelooflijk. Even kijken, ik pak hier weer wat nieuwe blokken erbij. Hoppakee. Dit wordt echt een super grote gevangenis. En ik hoop ook echt dat die er een beetje mooi uit gaat zien nog. Dat lijkt me ook wel leuk voor een keertje. Nou, deze gaat er heel mooi uitzien, Giel. Dat zie ik nu al. Ja, deze gaat er echt super de puber mooi uitzien. Noob, je moet 3 blokken omhoog. Noob. Gewoon doen wat ik vraag, oké? Okay? Anders gaat het niet werken. Ja, maar dit, dan wordt het veel mooier. Nee. Noob, stop. Je moet gewoon 3 blokken omhoog. Ja, heel goed, Mick. Help de Noob maar een beetje. Ja, Mick, misschien had je wel gelijk. We hadden dit misschien beter met z'n tweeën kunnen doen. Mag ja, daar kom je nu pas achter. Je Noob, vanaf daar gewoon weer. 1, 2, 3. Oh, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lukt het een beetje? En dan nog een keer. 1, 2. Wow, jullie doen ook echt veel bouwen ook goed. Ja, goed hè. Ja, wij hebben die Pro Tactics, weet je wel. Oh, echt serieus, Giel. Je had beter die Mattie van hem kunnen vragen. Die klusspeler of zo. Oh ja, klus, die had dat wel. Die zou dit wel heel goed kunnen. Kan je hem niet even bellen? Dat is denk ik veel makkelijker. Ver weg. Okay. Ja, dat is wel waar. Dan doen we dat maar gewoon. Oh, ik had hier een blokje gemist. Wat we nu gaan doen, we hebben nu bricks nodig, oké, jongens? Want hier moet een hele rij met bricks op en dan moet er een hele verdieping komen hier zo. Oké, dus er moet nu gewoon op elk ding een bricks. Ja, en dat moet zeg maar dadelijk ook helemaal ingevuld worden. Ik kan er niet bovenop komen, jongens. Ja, gewoon 1 rij. Dan moet je even een trappetje maken, Noob. Het is niet zo moeilijk. Het is eigenlijk best wel makkelijk. Zet ik hem terug neer. Ja, groot gelijk. Hoppakee. Maar Gilder, moet dus een blokje stenen op. Een blokje stenen. Waar? Bovenop, zo. Hier. Nee. Noob, jij mag anders wel beginnen met dit helemaal in te vullen. Dit moet echt een hele verdieping worden, zeg maar. Moet het stenen zijn? Gewoon van deze bricks. Anders heb ik wel een ander blokje. Geen dirt. Maar je wist niet eens welk blokje ik ging zeggen. Jawel, tuurlijk wel. Het is altijd dirt. Oh ja, ik ging dirt zeggen. Ja, zie je wel. Jongen. Kijk, en nu moeten we dit dus helemaal zo invullen. Kijk, hoppakee. Maar dat gaat wel lukken. Ik denk dat we met z'n 3 hebben we deze
deze gevangenis super snel gebouwd. Ja, met z'n drieën met gaat het heel snel. Ja, klopt, Mick. Nee, met z'n drieën, Noep. Je bent echt de beste bouwer van het hele kabouterbos. Van het hele kabouterbos. Wow. Hij doet tenminste wat nu op dit moment. Ja, nee, ja. Hij doet iets. Zo mooi. Mooi om te zien dat hij wat kan. Een stenen brug heb ik nou. Wauw, dat ziet er heel erg ziek uit. Zo, hoppa, kijk. Heel erg ziek. Dit gaat wel hard, Giel, toch? Ja, dit gaat ontzettend hard. Niet normaal. En dan moet er dadelijk nog een verdieping bovenop? Ja, er moet dadelijk nog een verdieping bovenop met witte concrete. Dus in principe mag je dat al wel bouwen als je wil, hoor. Dus er moeten dadelijk weer 4 witte concrete blokjes bovenop. Overal als muren, zeg maar. Ja, Giel! Okay. Oh, nou is die dicht. Nou is die wel heel donker beneden, hoor. Ja, dat weet ik. Weet je wat, Noep? Anders zet jij alvast wat toortjes neer of zo daar zo. Ja, is goed. Dan doe ik de fakkels wel plaatsen. Fantastisch, Noep. Zo mag ik het horen. Eens even kijken. Ik heb hier nog een paar bricks. Heb jij nog genoeg bricks, Mick, of niet? Ja, zeker. Oké, goed zo. Weet je wat? Anders dan maak jij gewoon... Ik plaats nog even een stack en dan maak jij gewoon even deze verdieping af. En dan ga ik daarna even verder met dat witte blokjes dingetjes. Ja, daar was ik er ook al mee. Oh, bezig, heb jij nog bricks voor mij? Kun je een paar stacks gooien? Ja, ik had nog over. Oké, wacht wel even. Ja, maar niet uit. Ik heb nog... ik heb voorlopig nog wel eventjes genoeg. Maar ze zijn bijna op. Hoppa. Ja, ze zijn op. Maar even hier de outline zo doen. Waar heb je de blokjes? Blokjes? Heb je bricks? Ja, die liggen in mijn inventory. Hier heb ik 1 stack. Hoe heb je dat nodig? Ja, ik denk dat ik het daar net mee moet halen. Of misschien net niet. Hoppakee. Oké, nou anders heb ik misschien nog wat thuis liggen. Ja, fantastisch. Eens even kijken. Zo. Hoppakee. Dit gaat hard, jongens. We zijn goed bezig. Ja, dit wordt echt de allerbeste gevangenis. Ja, dat is wel de bedoeling. Ja, dit wordt zo'n goede gevangenis. Daar kan niemand uit ontsnappen. Ja, dat is de bedoeling inderdaad, Noep. Perfect. Je hebt het door gewoon. Het doel van een gevangenis. Wauw. Noep, jij hebt al een beetje contact met die dief gehad, toch? Ja, hij heeft mij armor gegeven. Want ik dacht, hij is een heel aardige man. Maar heeft hij ook wat... heeft hij iets aan jou verteld, zeg maar? Want hij heeft tegen ons helemaal niks gezegd. Nee, hij zei, hier heb je armor. En toen zei ik, dankjewel. En maar heeft hij ook gepraat? Ja, maar heel kort. Heel kort, oké. Nou, tegen ons heeft hij helemaal niet gepraat, dus... Hoe klonk die nu? Hij klonk zo. Heel... Heel diepe stem had hij. Oké. Weet je zo, hallo, ik ben het niet. Ja, jij bent een dief! Nee, Mick is de dief! Ik denk niet dat Mick de dief is. Dat lijkt me heel graag. Ik was hem achtervolgen. Hij heeft mijn auto gestolen. Jij klonk net als hem. Ja, oké, er is Mick, heb je wat uit te leggen? Giel, jij hebt me letterlijk achter de dief zien gaan. Ja, dat kan wel kloppen. Nou, Giel, weet je het zeker? Oké, dan geloof ik jou wel. Ja, ik denk niet dat dit is. Nee, maar nu dat het dak erop zit, zit ik gevangen al in de gevangenis. Oh, eens even kijken. Ik zal wel eventjes... Hier komt uiteindelijk een deur, zo. Dus je kan er daar vast uit. Oh, dankjewel, Giel. Je hebt me al bevrijd uit de gevangenis. Ja, hij is op dit moment nog niet zo goed beveiligd, moet ik eerlijk toegeven. Maar je mag wel alvast even Mick helpen met de muur. Hier, kijk. Dan geef ik jou eventjes deze blokjes allemaal. En dan ga ik hier beginnen aan de supergoed beveiligde ingang. Wat dacht je daarvan? Dat moet natuurlijk ook gebeuren. Hoppa. En eens even kijken. Dan moet ik even iets van een lever... Die heb ik ook. Nou, fantastisch. Kijk eens eventjes. Hoppakee. Kijk, hij doet het al. Hoppa. Ik doe deze deur van nu nog eventjes open, want er zit natuurlijk nog niemand gevangen, dus dat scheelt. En ik ga hier zo, ga ik eventjes allemaal van deze mooie bars plaatsen, want dat hoort natuurlijk bij een gevangenis. Een gevangenis is geen gevangenis zonder iron bars. Gaat het al een beetje goed daarboven? Ja, dit is echt veel werk, Giel. Ja, ik snap het wel, maar het komt helemaal goed. Dus deze gevangenis wordt echt heel erg groot. Ik dacht dat we gewoon een gevangenis gingen bouwen, maar ik had niet verwacht dat we zo'n grote gevangenis gingen bouwen. Ja, misschien dat we de bovenste verdieping nog eventjes leeg houden, zodat we daar ooit nog extra cellen kunnen bouwen. Als we echt heel veel vijanden hebben op een gegeven moment, dan is het... Nou, ik hoop het niet. Ja, nee, dat is inderdaad zo. Maar op de een of andere manier is het toch wel een patroon in de survival dat er telkens weer allemaal nieuwe vijanden bijkomen. Dus ja, ik acht de kans groot dat er nog wel wat bijkomen. Moet ik nou gewoon weer 1 laag van die stone bricks doen? Of wat is het idee? 1 laag van die stone bricks. Ja, doe dat maar inderdaad. En dan moet er dadelijk nog een rand omheen. Maar dan zal ik... Oh, nee, ik val naar beneden. Oh, jeetje. Dan zal ik dadelijk wel eventjes mee helpen. Dat komt ook goed. Kijk, oh, gelukkig. Ik heb nog dirt om naar boven te bouwen. Oh, ik dacht al, hoe kom ik hier ooit uit? Ja, zie je wel. Dicht is goed. Ja, om naar boven te bouwen uit een ravijn wel. Maar anders dan vind ik hem maar een beetje nutteloos, als ik heel eerlijk ben, hè? Oh. Ja, sorry. Ik snap dat het niet leuk is om te horen. Nee, dat vind ik echt niet leuk. Oh, sorry, Noob. Dat is echt niet de bedoeling. Noob, als je me nou eens helpt met stone brick plaatsen in plaats
plaats van wat je nu doet. Oh, hoe moet ik dat doen? Nou, je pakt dat blokje en je klikt op de rechtermuisknop. Oké, ik ga dat doen. Ja. Eens even kijken. Dan moet hij dadelijk ook nog iets van een vloer in, jongens. Dus als jullie daar ook mee kunnen helpen. Dan moet hij dadelijk met bricks, moet er hier een mooi vloertje in komen. Misschien kan de Noob dat wel even doen. Noob, kan jij mij beneden komen helpen? Ik zit vast ja, in ja, dat kan wel, Noob. Jij kan dat wel. Ik weet zeker dat jij dat kan. Oké. Eens even kijken. Ik moet ook eventjes wat met bricks. Heb jij nog wat bricks van mij, Noob? Gewoon een stack of zo. 1, 2. Nee, gooi maar in één keer. Dat gaat sneller, gaat sneller. Deze. En. Hoe moet je een hele stack, zei jij? Ja. Want ik heb even wat trappetjes nodig. Want ik moet hier even iets moois ik heb bouwen. Ik heb alleen maar. Oh nee, hier heb ik wel. Oké, nou. Eens even kijken. Ik ga ondertussen eventjes iets van een crafting table maken. Want die komt ook wel van pas. We gaan een hele hoop dingetjes moeten craften ook nog. Hoppakee. En dan pak ik eventjes. Wat kan ik het beste gebruiken? Weet je, ik maak hier wel alvast eventjes wat trappetjes van zo. Hoppa, hatsa. En zo. En dan pak ik even deze blokken erbij. Oh, fantastisch, Noob. Ja, je bent echt een held. Hoppakee. Okay. En wat moest de grond zijn? De grond moet net zoals hier, zeg maar. Kijk, zoiets. Oh, ja. Goed, hè? Ja, nou, komt helemaal goed. Eens even kijken. Hier komt dan een soort van de tweede beveiligde ingang. En dan hebben we hier eigenlijk waar we nu staan, is een beetje de luchtplaats. Dus hier kunnen de gevangenen nog wel eventjes naar buiten. Tenzij het de hacker is, die moet echt achter slot en grendel blijven. Want die kan er natuurlijk gewoon uitvliegen. Maar goed, komt allemaal goed. Dus eventjes kijken. Wow, Mick, je bent echt super goed bezig hierboven, joh. Ja, zeker. Daar moet iemand goed bezig zijn. Ja, inderdaad. En laat het dan net jou zijn, hè? Potverdikkie. Fantastisch. Dus eventjes kijken. Ik ga even een hele rand maken om deze gevangenis heen. Doe dat. Wel, hè? Ja, dat gaat er fantastisch uit. Het is echt heel veel werk. Ja, ik weet het, Mick. Maar ja, het is wel nodig, want we hebben dadelijk echt de best beveiligde gevangenis ooit. Ja, ik hoop het maar. Al die moeite die ik erin steek, dan mag het wel de best beveiligde ooit zijn. Ja, 100%. Zo, Mick, het schiet echt al op met het dak, hè? Ja, ik moet nog maar een paar blokjes en dan is die af. Heel lekker, hoor. Ja, ik ben hier alvast eventjes een soort van, ja, want dit wordt de bovenste verdieping, een soort van hek erop aan het plaatsen. Zodat de gevangenen ook niet vanaf de buitenkant bevrijd kunnen worden. Dat is in principe ook wel belangrijk. Zo, kijk. En hier kunnen we ook nog, op het dak kunnen we ook nog wat bewakers neerzetten misschien. Misschien is dat ook wel een goed idee. Hoppakee, hoppa. Oh, dit gaat er fantastisch uitzien. Yeah. Ja, Giel, wow. Kan ik nog iets doen? Want ik heb in principe mijn taakje af. We moeten eigenlijk binnen. Of ja, ik weet niet hoe dat er bij de Noob gaat. Lukt het een beetje met de vloer? De vloer erin gelegd. Wow. Oh, goed zo. Goed bezig, hoor. Help jou wel even. Ja. Ja, fantastisch. Ja, kijk, dan zit dit er al op. Dat is ook fijn. En dan moeten we nu eigenlijk eventjes iets van cellen gaan maken. Dat is eigenlijk ook wel handig, hè? Want ik bedoel, wat is nou een gevangenis zonder cel? Laten we eerlijk zijn. Dat is zeker waar. Kijk, we kunnen hier nog naar beneden. Heeft er toevallig iemand wat... Oh, ik heb trouwens eten nog. Laat maar. Ik heb genoeg eten. Geen probleem. Dus eventjes kijken. Ja, hier moeten we nou wat cellen gaan bouwen. En ik dacht van, laten we hier gewoon één grote cel bouwen zo. Op deze manier. Ja. Gewoon echt een super grote cel. Want dan kunnen we een beetje goed zien. Hé, wat is die dirt nou weer? Waarom? Waarom? Weg ermee. Dat is niet mijn dirt. Hey, waarom denk je dat dat mijn dirt is? Deze muur hoeft in principe niet te staan, Onhoep. Ik snap niet waar je mee bezig bent allemaal. Maar goed. Oké. Weet je wat je mag doen? Je mag hier ook precies... Hier is veel meer dirt. Noob, waarom heb je hier nou weer zoveel... Haal maar weg. Hier komt ook een cel. Neergezet. Dat is niet iemand anders die ook dirt wordt. Kom op. Ik haal het wel weg. Nog één blokje deur neerzet, dan moet je in de gevangenis. Oké, kom. Hier, ga ik de gevangenis dichtmaken. Kom maar. Ik heb bijna de nek opgesloten. Maar niet met dirt, hè? Niet met dirt. Oké, ik denk dat het ook wel leuk is als ik hier nog eventjes een soort van Giel, wat kan ik nog doen? Weet je wat, Mick? Ik maak deze gevangenis anders wel even met de Noob af. Het is bijna gebeurd. Oké, ik zat nu, want we zaten zo aan deze gevangenis te bouwen. Ik denk dat ik een idee heb. En ik wil eerst even bij jullie wat jullie ervan vinden. Een lava-gracht. Een lava... Oh, dat is wel een goede beveiliging. Oké, weet je wat ik dan nu ga doen? Ik ga heel veel iron fixen. Ja, maar gaan we die gracht voor altijd laten staan? Dat is wel een beetje Nee. Gewoon nu de diever is, even tijdelijk een lavagracht. Heel kleurstad heen. Voornamelijk onze huizen en misschien het hotel. Ja. Dat ga ik fixen. Dan, als jullie mij morgen daarmee kunnen helpen, zou het heel fijn zijn. Oké, is prima. Dan kan jij dan ook helpen? Ja, ik kan ook helpen. Want jij mag dan heel veel dirt weggraven. Ja, maar ik ben altijd wel een beetje gevaarlijk te bang voor lava. Want ja, maar jij mag graven. Jij mag dirt graven. Ja, oké, dat vind ik wel leuk. Oké.
Oké, dan ben ik even dat regelen. Doei doei. Oké, doei doei. Kijk eens, Noob. De gevangenis begint er echt al mooi uit te zien. Ga er maar eens in. Wauw, dat is wel mooi. Haha, je zit opgesloten. Nee. Je mag eruit. Oh, dat is wel een grapje als je wil. Ja. Ik denk dat we het eventjes zo laten, man. We hebben hier een hele hoop, ja, twee cellen in ieder geval voor nu. We kunnen uiteindelijk hier zo boven nog eventjes wat cellen maken en zo. Dat is wel goed. Eens even kijken. Maar we moeten nu nog heel eventjes overal een bedje neerzetten. Dus zet jij deze maar in een van de cellen neer. Ja. En wat je ook nog mag doen, is je mag een wc maken. Daar heb je deze voor nodig. Daar heb je level voor nodig. En daar heb je deze voor nodig. Kijk, hoppakee. Jawel. En dan maak ik een wc. Dit hier in. En ja, nu heb ik ook alles om één cel te doen. Ik doe de linkercel wel. Ja. Eens even kijken. Dan zet ik hier even een prachtig bedje neer zo. Pap. En ik heb de verkeerde links. Oh, dat is niet fijn. Hier zet ik een wc neer zo. En dan doe ik zo en zo. Kijk eens even. Nu hebben we echt een prachtige inrichting. Of ja, het valt echt reuze mee. Maar goed, wat heb je nog meer nodig in de gevangenis? Lukt het bij jou ook allemaal een beetje, Noob? Ja, hier. Kijk, je kan midden in de kamer gaan naar de wc. Ja, maar de wc moet wel een deksel hebben. Anders gaat het stinken natuurlijk. Dus je moet het even zo doen en dan zo doen. Maar het zijn maar stomme dieven. Die mogen van mij wel een beetje stikken. Ja, dat is ook weer zo. Maar goed, nu is de cel helemaal af. Noob, super bedankt voor het helpen, man. Ja. In de volgende survival video hebben Mick, de Noob en ik deze prachtige gevangenis gemaakt. En hij is echt ontzettend groot. Het is echt niet normaal. Voor de mensen die het nog niet gezien hebben, ik laat het eventjes zien. Kijk, je komt hier naar binnen. Dit is een soort van binnenplaatje waar je ook nog een beetje kan luchten en zo. En dan gaan we hier naar binnen. En dan hebben we hier cel nummer 1. Ja, het is echt helemaal niet speciaal. Het is letterlijk een bed met een wc. Dat is alles. Maar dat is denk ik ook gewoon alles wat je nodig hebt. En dan hebben we hier aan de linkerkant precies hetzelfde. Of ja, deze heeft een Noob ingericht, dus het is net een beetje anders. Maar ja, het is in principe best wel een flinke gevangenis. En ik ga maar eens eventjes teruglopen naar Kleurstad om te kijken of dat er nog meer mensen online zijn vandaag. Ik ben wel heel erg benieuwd. Oké, maar eerst wil ik nog eventjes langs mijn iron farm lopen om te kijken of dat er nog wat iron in de kist zit. Laten we eens even kijken. En bam, er zitten weer 4 stacks in de kist. Oké, dat is helemaal niet slecht. Die neem ik gelijk eventjes mee. Die ga ik straks even in mijn geheime bunker verstoppen. Want ja, daar ligt het toch wel het veiligst, denk ik. En in de video van Mick, wat eigenlijk de vorige video is, sorry, ik zei het verkeerd, hebben we deze super grote lavagracht gemaakt. En hiermee hopen we dat de dief in ieder geval niet meer bij onze huizen komt. En hallo, Pro! Hey, Giel! Hallo, alles goed? Ja, het is wel... Het is wel gevaarlijk, zeg. Ja, het is heel erg gevaarlijk met die lava. Maar ja, je moet gewoon zorgen dat je genoeg gegeten hebt, zodat je ver kan springen. En dan moet het allemaal wel goed komen. Ja, of misschien kun je de trampoline gebruiken. Dat zou ook kunnen. Zal ik het eens proberen? Oké, dat is best wel risky. Ik zal hem me niet aan doen als ik jou was, want het is best wel gevaarlijk. Ik vind het leuk hoe je voor de Noob wel een weggetje hebt gemaakt, zodat hij niet erin Ja, maar de Noob, je weet dat de Noob Noob is, toch? Dus dat is een beetje de reden. Maar zullen we Mick eens eventjes wakker maken? Ja, doe maar eens. Klopt, Mick, hallo, ben je thuis? Ja. Hallo? Ja, kom binnen. Oké, goedemorgen. Goedemorgen, Giel. Waarom heb je gelijk een pistool op me gericht? Wat heeft dit te betekenen? Waarom heb jij gelijk een zwaard op mij gericht? Je hebt ook een zwaard op mij. Oké, dit is wel een stukje fijner, inderdaad. Ja, ik heb gewoon altijd een pistool vast. Dan vind ik gewoon... Er gebeuren hier rare dingen. Ja, ik weet het. Je hebt ook helemaal gelijk, joh. Ik ga er helemaal niks meer over zeggen. Maar ik weet helemaal niet wat ik vandaag ga doen. Het is best een rustig dagje. Ik heb de dief nog niet gezien. Die dief pakken? Ja, die wil ik pakken. We gaan gewoon zoeken. Gaan we gewoon zoeken? Oké, nee, dat is een goed idee. Maar moeten we niet even hulp vragen aan de Noob nog? Is die ook thuis misschien? De Noob die zei dat hij naar dat dirtdorp van hem ging. Dus ik weet niet of hij thuis is. Maar we kunnen even kijken. Oké. Hallo, Noob. Hallo? Ben je thuis? Noobie. Noob. Hallo, Noob. Noob. Ah, hij is wel thuis. Kijk eens. Ik had namelijk wat dicht in mijn oren. Nee. Je valt hier naar beneden. Hallo, Noob. Goedemorgen. Alles goed? Ja, zeker. Alles is hier wel goed, hoor. We hebben de lavakracht goed gemaakt. En heeft mijn ducht huis nog niet afgebrand. Gelukkig. Ja, maar ducht vliegt toch ook niet in de fik, Noob? Kom op. Ben je echt zo'n Noob dat je dat niet weet? Dat klopt. Want hier zit ook ducht naast de lava. Dus dat brandt niet, nee. En het gras brandt ook niet. Nee, inderdaad. Helemaal gelijk, Noob. Fantastisch bedacht van jou. Echt goed. Ja, hè? Dat kan ik goed. Goeie observatie. Maar zullen we dan dus dief eens eventjes gaan zoeken anders? Dat lijkt me wel een goed idee. Oké, wacht. Ik heb een idee. Pro en Noob, als jullie nou samen die kant op gaan, dan gaan Mick en ik die kant op. En dan kunnen we sneller een gebied uitkammen. En dan zijn we altijd met 2 personen als we hem tegenkomen. Dus dan hebben we altijd kans om hem te pakken. Ja, en... klinkt goed. Hou vooral je geweren vast. Volgens de man dat je hem ziet. Ja. Is helemaal goed. Zullen we over iets van een half uurtje hier wel afspreken? Ja. Ja, doen we. Is goed. Oké,
Nee, en echt overal kijken, hè. En zoek ook weer naar nieuwe geheime bunkers en zo. En check alle plekken waar je hem ooit gezien hebt. En dan, ja, dan moet het allemaal wel goed komen. Ja, dat gaan we doen. Oké, doei doei. Oké, doei doei. Zo, Mick, waar zullen we eens beginnen met zoeken, joh? Oh, ik heb echt geen idee. Ja, mij lijkt het beste in Geelstad. Dat is waar we het de laatste keer zagen. Oké, ja, dat is een goed idee. Maar hier ben ik al heel erg lang niet binnen geweest. Dus ik wil hier heel eventjes kijken of dat ik iets verdacht zie of zo. Nee, oké, niks verdachts. Kijk, is hier nog wel lekker eten? Oeh. Eten? Ja, het zijn voornamelijk zaden. Maar, zo, hoppakee. Nee. Ik heb wel honger, Giel. Oh, heel erg goed, joh. Oké, top. Zo. Nu hebben we lekker wat eten. Ja, dat duurt wel even lang. Hey, trouwens, we hebben hier helemaal geen tijd voor. Wat ben ik allemaal aan het doen, joh? Ja, inderdaad. Oké, ik denk dat ik Geelstad het beste is om te gaan kijken eerst. Oké, laten we daar nog maar eventjes heen gaan. Echt de laatste keer, of de enige keer eigenlijk, dat we de dief zagen. Dat was in... Geelstad. En toen heeft hij jouw auto gestolen. En is hij eigenlijk richting Paarstad gereden. Ja, dat is zeker waar. Maar misschien denkt hij van, ik moet nog wat... Hé, daar staat er al gelijk een bootje, zie je dat? Oh, wat? Oké. Laten we wel een beetje rustig praten voordat hij ons dadelijk aan moet komen. Kijk, het kan zijn dat ik dat bootje proef en ik heb laten staan. Maar misschien is het de dief. Ja. Ik hoop in ieder geval dat het de dief is, want we moeten hem echt pakken, Mick. We moeten hem of de boef. Hoe noemen we hem eigenlijk? Boef, dief? De dief. Ik vind de dief wel goed klinken, eigenlijk. Oké, dan noem ik hem boef. Wow, wat heb je allemaal mooie spullen in deze chest? Wat zit je nou bij? Nee, ik wilde gewoon heel eventjes kijken of dat de dief erin zat. Oh, oké. Ja, die kan in een chest zitten natuurlijk. Ja. Was dit al kapot? Ik heb geen idee. Even kijken. Hallo! Nee, is er iemand daar? Helemaal niemand. Als er niemand was, dan zou hij zich kapot schrikken. Maar er was helemaal niemand. Zou de dief weten van jouw bunker eigenlijk? Daar valt eigenlijk helemaal niks te pakken in mijn bunker. Maar we zouden kunnen kijken. Ik bedoel, misschien heeft hij gewoon je bunker overgenomen. Dat zou best kunnen. Nou ja, ik ben hier beneden. Oké, ja, ik kom achter je aan. Hoppakee. Oh, het zou toch wat zijn als hij hier zou zitten, hè? Ja, dan zou hij echt alles weten. Want dit, als je dit weet, ja, dat is best wel bijzonder. Dit is best wel een goed geheim nog steeds. Ja, kijk, zeker. Nou, sinds jij dit hebt ontdekt, heb ik eigenlijk helemaal niks meer hier gelegd. Dus dan zou hier ook niks te pakken vallen. Oké. Nou ja, laten we maar weer even naar boven gaan dan. Wie weet er eigenlijk allemaal van deze bunker? Ben ik de enige of weet de Proot ook? Jij bent de enige, omdat je het ontdekt hebt. Oh, ja. Het liefste had ik gewoon dat niemand dit wist, zeg maar. Ja, nee, dat snap ik. Maar ja, Mick, we kunnen niet terugdraaien. Of je moet mijn hersen spoelen of zo. Dat kan ook. Is dat mogelijk? Ik ga niks zeggen. Ik denk het niet. Even kijken. Ik heb hier ook nog een blokje. Hoppakee. Ja, die moet je dus niet plaatsen, want ik was al bezig. Oh, oeps. Oh. Nu gaat het water niet weg. Gaan we dit oplossen of gaan we verder zoeken? Nou, ik ga dit zeker oplossen. Dit is mijn mooie stad. Oké, nou ja. Dan ga ik eventjes ondertussen in deze uitkijktoren staan. Want als er dadelijk de dief komt, dan moeten we hem niet uit het oog verliezen. Eens even kijken. Ik zie helemaal niemand. Nee. Hoe los ik dit op? Je moet misschien even het water opnieuw plaatsen. Eens even kijken. Ik ga ook even in de jungle kijken of dat daar misschien iemand is. Ik zie alleen een kip. Dat is geen dief in ieder geval. Oh, Mick, ik zie echt helemaal niks hier in de jungle. Maar ben je al klaar met je... Ik heb geen waterbuckets meer. Sorry, Mick. Ik heb je fontein echt helemaal verpest. Oh, waar? Zou ik hier anders nog een waterbucket hebben in deze chest of zo? Ja, dat zou wel fijn zijn. Nee, natuurlijk heb ik dat niet. Oké, nou, Mick, we gaan het echt zo snel mogelijk regelen. Maar ik denk wel echt dat we eventjes verder moeten gaan kijken waar de dief zich kan bevinden. Oké, nou, waar wil jij gaan zoeken? Het leek me wel een goed idee om hier eigenlijk even over het spoor heen te lopen richting Blauwstad. Of weet je wat? Ik pak wel een minecart. Nee. Dacht je daarvan? Nee, ik wil een minecart. Doei. Hey, wat doe je nou? Je schiet mijn minecart kapot. Dat kan toch niet? Dat was echt een goed schot. Een beetje complimentje. Dat was een goed schot. Nee, Mick. Ik was veel eerder hier geweest. Het gaat niet over wie in de minecart mag. Het gaat om dat we de dief pakken, oké? Oké, nou plaats de jongen, minecart. Jongen. Oké. Plaats de minecart. Nee. We gaan hier eerst eventjes een kleine tussenstop maken. Plaats de minecart. Nee, dat doe ik niet. Blauwstad. Het prachtige Blauwstad. Eens even kijken. Weet je wat ik echt zo'n plek vind waar die zou zitten? Nou. Hier zo beneden. Hier zo in die... Hier. Dat is een hele slimme. Wat vind ik nou echt zo'n plekje, weet je wel? Maar ook weer niet of zo. Je zou toch denken dat hij weer een nieuwe plek heeft om zijn spullen op te slaan ook en zo. Maar ja, ga dat maar eens zoeken. Dan kun je echt letterlijk overal een gat in de grond gaan maken. Dat gaat niet lukken. Weet je, misschien zit hij wel daar. Granaat! Hoppakee. Kijk, als hij daar onzichtbaar is, gaat hij nu zo. Nee. Hier. Misschien zit hij wel hier. Nee, kijk nou uit, joh. Dadelijk ontplof je het nog. Nee, een granaat is veilig hier. Oh.
Mick, ik zeg toch dat je... Oké, kom op, Mick. We hebben al genoeg gesloopt van Blauwstad. Ja, dit zal de pro toch niet merken. Nee, nee, vast niet, vast niet. Kom, Mick, we lopen even door aan Kleurstad. Ik denk dat we die kant in moeten. Een mooie XP-bottle. Nou, dat was echt heel erg fijn. Nee, ik gooi geen granaten meer. Nee, doe dat gewoon niet. Hou die wapens even voor wat het is, oké, Mick? Oké, ik pak gewoon een pistool. Deze is echt heel chill, dus shotgun. Ja, is goed, fijn, maar niet op mij schieten. Nee, waarom zou ik op jou schieten? Omdat je dat net al hebt gedaan. Nee, kijk, dit is op jou schieten. Auw, Mick, doe even normaal, man. De fuck schoot ik op je minecart. Weet je wel niet hoeveel pijn dat doet, joh? Ja, het is Minecraft, Giel. Hé, Noob, hallo, hallo. Giel. Bro heeft hem diep gevonden. Gevonden? Waar is hij dan? Waar is hij? Ja, hij was net daarachter. Maar als het goed is, heeft hij hem gevangen kunnen nemen. Maar ik ben gelijk weggerend om jullie te halen. Oké. Moest je de pro niet gewoon helpen, Noob? Ja, maar hij heeft hem gevangen. Daarom ging ik jullie halen. Waar is hij dan? In de gevangenis. In de nieuwe gevangenis. Oké. In de gevangenis natuurlijk gaat hij hem brengen, denk ik. Oh, het wel. Ja, oké. Ja, dan kunnen we ook de lavagracht eigenlijk weg doen, Giel. Want dat vind ik eigenlijk wel lelijk. Dat is een goed idee. Maar laten we eerst even kijken dat het allemaal goed gaat met de pro. Want de dief is ook best wel een gevaarlijke man, hoor. Ja, volgens mij wel. Kijk uit, jongens. Ja. Loop je mee, Noob? Ja, ik loop mee. Ja, ben je niet een beetje bang voor hem? Pro, is hij hier? Ben je goed? Ben je oké? Ja. Hij zit in de gevangenis. Ik heb hem in de gevangenis gekregen. Daar staat hij. Ik heb mijn ogen niet van hem afgehaald. Wat? Mag ik op hem schieten? Nee. Zal ik een granaat daar binnen gooien? Nee, Mick, laat hem nou gewoon. Hij zit vast, hij kan geen kant op. Hij heeft alles gestolen! Ja, hij heeft inderdaad alles gestolen, maar wat kunnen we eraan doen? Dat is een stommerik, zeg ik tegen hem. We moeten hem gewoon morgen ondervragen, oké? We moeten hem ondervragen en vragen waar al onze spullen liggen, want we hebben nog lang niet alles terug. Weet je wat ik wel echt heel erg fijn vind? Dat ik nu 100% weet dat het niet één van ons was. Ja, dat sowieso, maar... dit is toch niet goed, jongens? Nee! Waar is die nou? Hij is weg! Hij is in de hoek gegaan. Oké, gelukkig maar. Hij speelt allemaal vieze spelletjes. Ik zie hem echt niet, toch? Ik zie hem ook bijna niet meer. Hij zit helemaal links. Hij zit er. Hier, granaat! Doe nou niet! Kijk uit, ik ben er ook! Mick, joh, dat kan je toch niet maken, man? Hij is niet dood. Tegen mijn pijn. Mag hij toch wel even verdienen. Ja, dat klopt. Wegwezen! Wegwezen! Wie wil de eerste wacht houden? Dan gaan we hem morgen gewoon ondervragen. Ik denk de Noob. Nee, dan doe jij pro. Ja, doe jij maar pro. Ik vertrouw de Noob er niet helemaal mee om ik ondervragen. Hallo, wie ben jij? Noob. We gaan verder. Ik ben blij dat we hem gevangen hebben. Mick, laten wij die lavagracht maar even weg gaan halen of zo. Want die ziet er helemaal niet uit. Ik weet het ook niet. Misschien morgen moet hij gaan praten. Hey, praten! Oké. Hij praat echt niet. Oké, kom, we gaan. Noob, go. Ik vind hem maar een stomme dief. Ja, je ik ook. Je mag niet wegstelen. Ga maar goed nadenken over je zonde. Kom. Kom op, Mick. Wij gaan die lavagracht maar even weghalen. Ja, daar hebben we de Noob wel voor nodig. Want die heeft natuurlijk mega veel dirt. Weet je, kom op, Noob. We hebben je nodig. We kunnen gewoon de lavagracht storten met tucht. Wat mag jij doen? Ja. Een hele goede morgen weer. Hier zo vanuit de mooie Kleurstad. Ik heb vorige keer wel een grote fout gemaakt, maar ik heb volgens mij iets gevonden wat wel echt supergoed is. Wat heb je gevonden dan? Waar heb je dit gevonden? Ik heb een boek gevonden. Kijk hier, moet je maar eens in kijken. Oké, het is een dagboek. Dagboek. Ja. Achter het hotel ligt een geheime basis. Wat? Ja, achter het hotel ligt een geheime basis. Waar heb je dit dagboek gevonden? Ja, dit lag in het bos achter. In het bos? Oké. Ja, ik geloof ergens bij Geelstad, want ik dacht dat jullie hem daar hadden gezien. En achter het hotel? Ja. Zullen we daar eens even kijken nemen? Ja, dat is toch een goed idee? Oh, yes. Oké. Laten we daar eventjes heen gaan. Achter het hotel. Maar wat is er achter het hotel? Staat er nog iets van een gebouw of zo waar hij iets onder gemaakt heeft? Of... geheime baas, ik weet niet. Het is een dagboek. Zal het van de dief zijn? Ja, dat staat er toch. Hij is van de dief. Laten we eventjes... waar achter het hotel? Hè? De vorige keer was het in de cave. Oké, laten we hier maar eens eventjes gaan kijken. Ik zie hier wel iets van een gang of zo. In de
god, er zitten allemaal bottenmannen. Bottenmannen? Oh ja, nee, dat is niet vaak. Oh ja, en creeper zie ik ook. Nou, Noob, laten we ze dadelijk... Dat komt goed, komt goed. Ik regel dat wel. Moet jij mijn basis vinden? Ja, oh ja, dit boek is echt van de dief inderdaad. Ik zie het er nou ook gewoon bij staan. Ja, dat zag ik ook. Oké, wacht, ik ga eventjes kijken of dat ik hier deze creeper kan... Ja, Noob, hier is een basis, hier is een basis. Oh nee, maar deze creeper mag niet ontploffen, want dadelijk ontploffen alle spullen. Oh nee, oh nee. Oh nee, nee! Oh! Ze zijn allebei ontploft. Nou, ik ben blijkbaar ook heel erg Noob. Ja, oké, kom, laten we hierheen gaan. Maar wel een beetje uitkijken voor de mobs, oké? Ik zei toen dat het gevaarlijk was in de grot. Wow, dit is echt ziek. Ik had helemaal niet door dat hier een basis was. En er liggen allemaal diamonds in de chest. Oké, weet je wat, Noob? Nog niet kijken. We gaan eerst eventjes naar Mick en de Pro. Die gaan we eventjes halen. En dan gaan we even met hun bekijken wat hier allemaal aan de hand is. Want dadelijk is de dief hier ineens. En dan is het toch fijn als we even Mick en de Pro erbij hebben. Want die kunnen ook heel goed boeven vangen. Ja, want dan kunnen we ook mijn deur terughalen, hè? Jouw deur terughalen? Noob, even voor de duidelijkheid. Die dief heeft jouw deur niet gestolen. Let maar op. Dadelijk als we die chesten kijken, dan zal geen deur te zitten. Ik geloof er helemaal niks van. Nou, als de dief slim is, en volgens mij is hij wel slim, want hij heeft mij al een paar keer heel goed voor de gek gehouden, dan heeft hij wel al een deur. Want deur is natuurlijk super de bit, maar mooi. Ja, dat is waar. Oké, laten we eerst even bij Mick aankloppen, ja? Ja. Oké, nice. Ik ga eerst even lekker broodje eten, zo. Mick, hallo, klop. Klop, Mick. Kom eens, we hebben groot nieuws. Ja, we hebben heel komen. Ja, je moet nu komen, Kijk, hier, lees dit boek eens even. Dit boek heeft de Noob net gevonden. Zeg maar. Dagboek door de dief. Ja, het dagboek van de dief. Dagboek achter het hotel ligt de geheimbasis. Ja, okay. En we zijn er net geweest. Nee, we moeten ook de pro er even bij halen. Ja. Want dadelijk is de dief er en we moeten niet dezelfde fout maken als eerst, oké? Okay? Dus, hey, Mick. Nee, de pro is denk ik niet thuis. Ja, kom, pro. Ik weet het niet. Oké. Even kijken. De pro is altijd thuis, Giel. Of in Blauwstad. Oh, hij is nou niet thuis, Mick. Ik zie hem niet. Hallo, pro. Oh. Hij zal op zijn dakterras zitten. Het is mooi weer. Hier is hij. Project. Nee. Maar Mick. Wacht. En de Noob ook. Luister even. Vorige keer hebben wij een cave gevonden daar. Die hebben we helemaal opgeblazen, waardoor de dief wist dat we er zijn geweest. Ja? We zijn hem nou kwijt. We willen hem pakken. Dus we laten alle spullen in de basis van hem zitten. En we gaan echt even goed zorgen dat we die basis heel goed in de gaten houden, zodat we hem kunnen pakken, ja? Dus niet dadelijk als we er zijn heel boos worden en een bazooka schieten en dat soort dingen, want dat gaat weer helemaal fout. Ja, ik zal mijn best doen. Nee, je moet het beloven, anders dan ga ik niet eens laten zien waar die basis zit. Giel, het staat in het boek dat... Ja, dat weet ik, maar het is best lastig te vinden, toch Noob? Het is heel lastig. Oké, dan ga ik eens zoeken. Nee, Mick, is goed, maar niet schieten, oké? Ik beloof het. Want dat was zo ontzettend dom de vorige keer, niet doen. Ja, gewoon niet. Ik beloof het, ik gooi alleen granaten. Nee, ook niet. Ook niet. Nee, Het kan niet. Mick, zie je nou wat je doet? Oh, weet je wat? Ik ga wel gewoon de pro halen. Ik heb je helemaal niet nodig, Mick. Dit gaat weer helemaal verkeerd. Sorry, Giel. Ja, waarom moet je dit nou weer doen, joh? Ja, Mick, kijk uit. Ik dacht dat het grappig was. Nee, maar het was eigenlijk wel grappig, ja. Maar dat moeten we dadelijk niet doen, oké? Kom je mee? We gaan even de pro zoeken. Ik denk dat hij in Blauwstad is. Ja, ik ga mee. Ik ga mee. Oké, laten we eventjes deze kant op lopen. Yes, wij gaan op zoek naar de pro. Naar de pro. Even kijken, waar zal die zijn? Ja, hij is in Blauwstad. Ik zie hem al in zijn flesje zitten daar zo. In zijn fles? Wie zit er nou in de fles? Ja, nee, het is zo van flessenpost. Oh, is de pro een geest? Nee. Wow. Pro, hallo? Hey. Hallo daar. Hey, pro, wacht. Mick, kun je even dat boek aan de pro geven? Dan weet hij ook wat we gevonden hebben, want dit is echt heel erg vet. Ja, we hebben het dagboek gevonden van de dief. Die heeft hij vast ergens laten slingeren of zo. Oké, dat is wel een heel apart dagboek met één blad. Achter het hotel, bij de jungle lag het boek. Dus ik denk even dat die... Even los van het boek. Weet jullie wat er gebeurt hier in Blauwstad? Denk ik, zijn al die dingen die hier op de grond lagen zijn weg. Nee, Mick, weten we dat? Wat er hier gebeurd is? Ik ben gewoon even lekker aan het enchanten. Wat is er gebeurd? Nee, blijkbaar lagen er allemaal dingen op de grond. En die zijn nou weg of zo. Ik heb geen idee. Oké, dat was ik. Sorry, het spijt me. Oh ja, dat was Mick. Ik was er ook bij. Ik kan het beamen. Ik deed zeg maar dit. Mick, dat moet je niet doen. Dan gaat het andere ding daar ook wel van de grond af. Kijk uit, Noob. Waarom doe je dat nou? Mick, luister. Je hebt toen net de Noob gekild. En je gooit hem weer op de Noob. Nee, het spijt me. Ik stop al mee. Oké, eventjes voor jou. Even, als we dadelijk daar zijn. We gaan niet de basis lopen. We gaan een goed, slim doldagplan bedenken om hem te pakken, oké? Dus we gaan dadelijk niet meteen heel erg impulsief dat hele ding in de fik zetten of zo. Oké, nou, ik heb al
één ding, ik heb al één ding dat ons goed gaat helpen. Noob, kan je even hier komen staan? Want sorry Noob, ik hou van je, maar ik vertrouw je niet met deze dingen. De reden waarom ik hier was... Laten we dan even wat meer deze kant inlopen, want anders... Ja, dan nee, pak maar. Oh, we moeten iets pakken. Pak jij die maar. Wat is dat? Dankjewel! Noob, oh. Nee, ik heb hem. Oh nee, ik had het bijna. Dan kunnen we die op hem gooien. Oh dat ja, is wel heel dan wordt hij heel erg sloom van. Wat is kijk, dat? Kijk, waar. Noob, kaas hier staan. Kaas hier. Kaas hier staan, Noob. Je moet hem nu al gebruiken, Mick. Ik heb er maar drie. Ja, maar kijk, Noob, dan gebeurt er dus dit. Mick. Oké, nou laten we nu maar even snel naar de basis gaan, of niet? Hij werkt. Zullen we nu even snel naar de basis gaan dan? Kom op, rennen. Ja, kom Noob. Ah, die dacht jullie aan het roepen. Kom, rennen. Heel langzaam. Dit is het toch wel waard, jongens. Ja. Oké, okay, Noob, we zien je zo wel bij de basis. Wacht. Nee, ik kan weer rennen, yay. Oh, oké. Okay, ja, is goed. Kom, we gaan even naar de basis toe. Zo weer afgelopen, de poepen. Nou, gelukkig voor jou. Je kunt weer een beetje bijbenen met ons, hè? Hey, jongens, als jullie de ducht zien, dan moeten jullie die ook meenemen, hè? Ja, ik heb hier ducht. Alsjeblieft. Ja. Oh, dan ligt misschien onze spullen ook daar. Ja, ik denk het wel. Ik heb er net één chest open gedaan en er lagen al diamonds in. Maar jongens, misschien is het een goed idee dat we de spullen laten zitten. Want als we die eruit halen, dan weet hij sowieso dat we er zijn geweest. Ja, dat is wel waar. Hoe kom je eigenlijk aan dat boek? Ja, die heeft een Noob aan mij gegeven vanochtend. Hij had hem in een bos gevonden. Bij de jungle achter Geelstad was ik aan het zoeken. Want de vorige keer hadden jullie hem daar toch gezien, zeiden jullie. En toen dacht ik, ga daar even zoeken. En toen heeft hij daar denk ik een boek laten vallen. Om te herinneren waar de geheime basis is. Ja. Was dat van zo, toen hij aan het ontsnappen was of zo? Dat hij hem in Ik weet niet, ik heb hem daar Giel, ik zie helemaal niks hier. Dit is super hoog. Ja, kijk, hier is dus de basis. En onthoud wat ik gezegd heb, hè. Nog niks uit de chesten pakken, alleen kijken, niks slopen. Nee. Alleen slopen. Diamonds. Ja, diamonds. Nog meer diamonds. Jeetje, heeft hij Iron en mijn Iron Golem farm gehaald, denk ik. Heeft hij ook stoelen en zo? Oh, Noob, dat moet je niet pakken. Stop terug. Noob, joh. Waarom ben je zo ongelooflijk dom? Waar zat hij nou precies? Ja, daarom. Dan krijg je het al. Oké, ik doe hem terug. Ik doe hem gewoon... Dat gaat hij niet werken. Nee, joh, Giel. Zit er echt. Hoppa. Wow. Is het allemaal zo... Ah, nee. Noob, waarom val je nou naar beneden? Oh, nee. Nee, is het allemaal zo? Dat meen je toch niet? Ja, help je. Auw. Wow. Jongen, Noob. Waarom moet het nou weer? Oh, ja, nee. Ik kan niet kijken. Ik val naar beneden om jou te helpen, Noob. Ik heb nog maar één hartje. Ach. Kom maar naar boven. Mick is de trap voor je aan het bouwen. Ja, ik... Brand, kijk uit. Hij staat aan de brand. Ja, kom, en nu moeten we gaan, want nu hebben we hier ook al een hele trap. Oh, nee. Hier heb je trap. We hebben nu ook al een hele trap gemaakt en dat gaat de dief sowieso ook zien, oké? Dus, Nee, dat gaat hij niet zien. Nee, oké, maar laten we wel gewoon weggaan voordat we daar nog meer dingen veranderen. Ja. Een goed idee, Giel. Oh. Hey, ik ben wel super blij dat we dit gevonden hebben, maar nu moet er eigenlijk even iemand op de wacht staan, zodat die, kan zien als hier iemand komt. Maar het is ook wel weer eng, zeg. Ik kan heel goed op de wacht staan. Nee, Noob, jij mag nooit meer op de wacht staan. En jongens, even tussen ons, Pro-Mick, luister even. Laat Noob ook gewoon niet de wacht overnemen, oké? Okay? Dat hebben we van geleerd. Dat moeten we niet meer doen. Kijk, Giel, ik kan heel goed de wacht. Nou, nee! Oké. Zullen we hem gewoon daar laten? Hij is doodgevallen. Oké. Maar ik vind het best wel creepy eigenlijk dat hij zo dichtbij een geheime baas heeft. Dat is gewoon best wel eng. Dat is ook best wel eng, inderdaad. Het is echt super dichtbij. Maar de vorige keer was het nog dichterbij, want toen zat hij bij onze huizen. Dus als je maar niet telkens verder weg gaat, want dan wordt het steeds moeilijker om hem te vangen. Ja, dat klopt. Noob, heb je nog een beetje hoofdpijn of gaat het alweer? Ja, want jullie doen mij allemaal pesten. Daar krijg ik hoofdpijn van. Oké, sorry. Pesten, dat was niet zelf bedoeling. Naar beneden. Ja, dat deed je helemaal zelf. Oké, nou jongens, laten we in ieder geval even iemand uitkiezen die de wacht houdt. Wie wil de eerste wacht houden? Jij. Oké, okay, nou. Ik ga slapen. Is goed. Nou, ik ga dan de eerste wacht houden. Mick, ik kom jou over een paar uurtjes wakker maken. Een hele goede morgen hier zo vanuit het prachtige kleurstad. Waarom staat hier een spinnenweb? Die moet weg. Ik heb hier al een hele tijd niet schoongemaakt, mensen. Daar moet ik binnenkort ook echt eens even aan gaan werken. Maar wat ik voor vandaag op de planning heb, is om onze gevangenis nog sterker te maken. Want hij is, best wel slap, want de dief is er een keer uit ontsnapt. Dus dat betekent dat hij niet goed beveiligd is. En oké, ik weet het, de Noob heeft die vrijgelaten. Of die heeft gewoon niet goed genoeg opgelet. Maar dat is natuurlijk geen reden om hem
niet nog wat sterker te maken. Want als we de dief weer te pakken krijgen, dan mag hij echt nooit ontsnappen. Dus ik dacht aan een soort van tweede muur of zo. En ik dacht, wie kan mij daar nou het beste bij helpen? De pro! Want de pro is gewoon pro. In alles wat hij doet. Dus laten we maar even aankloppen. Klop, klop. Hallo? Pro? Pro? Ik hoor hem niet. Wacht, ik ga eventjes achterom. Even kijken. Hij moet toch wel thuis zijn. Klop, klop. Pro? Hallo? Goedemorgen. Ik hoor hem nergens. Ik ga gewoon maar eventjes naar binnen, denk ik. Hier is hij niet. Hij is hier ook niet in de woonkamer. Eens even kijken. Is hij dan boven misschien? Op zo'n balkonnetje? Nee, ook niet. Dan had hij trouwens wel teruggeschreeuwd naar me net. Ik denk dat hij nog ligt te slapen. Dus ik ga maar... Oh, hè? Hij is ook niet in zijn bed. Wat is dit nou weer? Hij is hier ook niet. Ook niet op zijn dakterras. Oké, dit is heel erg vreemd. Wacht, laat ik nog maar eens eventjes naar beneden gaan. Waarom staat hier ook een chest midden in zijn huis? Oh, nee. Er zit een boek in. Giel? Ja, hallo? Waarom ben jij op het dakterras van de pro? Ik was even chillen. Ik kom eraan. Mick, ik heb misschien heel erg slecht nieuws. Daarom hoorde ik je. Je was hier ja, buiten. Ja, ik denk dat er heel slecht nieuws is, want ik ben aan het zoeken naar de pro. Ik kan hem nergens vinden, maar ik heb wel een chest midden in zijn woonkamer gevonden met een boek erin. Wow, jij bent gewoon zonder toestemming in het huis van de pro? Ja, 100%. Mick, we moeten toch uitkijken. Ik hoorde hem niet. Ik heb bij de voordeur aangeklopt, bij de achterdeur aangeklopt. Gewoon echt overal. Ga je zo maar naar binnen. Ja, dat doe ik inderdaad. Want misschien is er iets ergs aan de hand. Ik heb nou een boek in mijn hand. Ik heb hem nog niet gelezen. Maar zal ik hem gewoon even voorlezen? Oh, geef ze mij. Ik ben heel goed bevriend met de pro. Misschien is het wel informatie die jij niet mag weten. Hoezo? Hebben jullie geheimen voor mij? Nee. Oké, nou lees het boek maar even. Maar ik wil hem dadelijk ook wel even lezen als het mag. Wat is er aan de hand, Mick? Groetjes de dief. Lees zelf maar. Waar heb je het over? Is er iets gebeurd? Moeten we meteen gaan? Giel, ik zou maar even gaan zitten. Kom maar even hierheen. Wat bedoel je? Oké. Dit is misschien wel iets heftiger dan ik had verwacht. Ik merk dat het niet werkt als ik dingen stil of sloop. Daarom heb ik de pro-speler ontvoerd. Als jullie hem ooit terug willen zien, wil ik al mijn diamonds terug. Groetjes de dief? Wat? Mick, wat is er met de pro gebeurd? Hoe kan dit nou weer gebeuren? Ik weet het ook niet, maar wat ik wel weet is, als je de pro kan ontvoeren, dan ben je wel heel erg goed. Giel, ik ga in quarantaine, denk ik. Mag ik bij jou in quarantaine, of niet? Ja, is goed. We moeten echt alle deuren dichtbouwen. Mick, we moeten het even... Ja, laten we naar de noob toe gaan. Ik wilde net zeggen, we moeten het echt even tegen de noob vertellen. Waarom staat er een meneer met twee lama's voor zijn deur? Wat is dit nou weer? Oké, ja, doe dat maar inderdaad. Ze willen hier aan de deur verkopen, denk ik. Hallo! Hallo! Nee, wij komen niks aan de deur verkopen, Noob. We hebben gewoon heel erg slecht nieuws. Echt heel slecht nieuws. Ik heb niet slecht nieuws. De pro is ontvoerd door de dief, Noob. Nee, de pro is ontvoerd door de dief. Jazeker. Ja, ik weet ook niet hoe dat kan. Nee. Hoe kan dat? Ik heb een touw. Misschien kunnen we dan de dief vastbinden of zo. Dat gaat helaas niet lukken. Want zo'n touw kan je alleen op dieren gebruiken, Noob. We kunnen misschien dicht gebruiken. Ducht gebruiken? Waar heb jij nou weer over? Nee. Ducht gaat niet helpen. Wat moeten we doen, Mick? Mick, wat ben je aan het doen, joh? Laat die lama lekker. Oké, lama zitten dan. Jongen. Wat gaan we doen? Wat gaan we doen om het op te lossen, jongens? Waar is de pro dan? Ja, dat weet ik ook niet. Hij is ontvoerd, jongen, Noob. Hij is ontvoerd, dus we weten ook niet waar hij is ontvoerd. Weg jij. Nee. Noob boeit het volgens mij niet zoveel. Door de dief? Ja, door de dief, ja. Weet jij er iets van, of niet, Noob? Weet jij er iets van? Heb jij er iets mee te maken? Ik heb de dief echt al nooit één keer gezien, maar... Nee, twee keer. En toen was hij in de gevangenis en toen had ik hem ongeluk vrijgelaten. Maar ik weet het niet. Ik weet echt niks. Oké. Jullie weten het wel, denk ik. Ik denk dat ik een idee heb, Mick. We moeten echt eventjes de dief gaan vangen. En ook de pro terugkrijgen. Alleen, we hebben allemaal helemaal geen armor aan. En dat is gewoon niet handig. We moeten denk ik even wat beter worden. Nou ja, jij hebt al aardig goede armor. Maar ik heb echt helemaal niks aan. Ja, maar het is nog helemaal niet geenchant of niks. Ik denk dat we gewoon even alles moeten verbeteren. En misschien komen we ondertussen wel de dief tegen of zo. Maar laat me even kijken of ik hier misschien nog wat heb liggen. Oké. Ga maar kijken. Ga maar kijken, Mick. Ik ga ook even... Jongens, ik ben zo terug, oké? Pak jullie alvast alle dingen die je nodig hebt. Dan gaan we dadelijk naar Blauwstad om te
enchanten en zo. Ik ga eerst eventjes naar mijn geheime bunker om te kijken of dat ik nog wat diamonds heb liggen daar. Oké. Oh, trouwens, ik denk dat ik even naar deze bunker ga. Want volgens mij ligt er in mijn eigen bunker alleen maar iron. Dus laat ik hier maar eens eventjes naar beneden gaan. En ik moet hier gewoon even een aantal diamonds halen. Want ik moet ook een goed zwaard hebben. En misschien is het ook helemaal geen gek idee als Mick dadelijk wat wapens voor mij gaat regelen. Dat is misschien ook wel een goeie. Want Mick heeft zo'n werktafel, zo eentje. En volgens mij heeft hij ook al de onderdelen om ook echt dat wapen te kunnen maken. En als het goed is, zit hier dan de chest. Ik vind het nog steeds zo'n geniale manier. Zo, hoppakee. En hier hebben we de vorige keer echt een hele hoop spullen gevonden. Ik heb nog 1, 2, 3, 4, 5 diamonds nodig voor een helm. En 1, 2 voor een zwaard. Dit moet genoeg zijn. Ik sluit het snel weer af. En ik ga gewoon snel weer naar boven. En ja, of dat de noob nou diamond armor aan heeft, ja of nee, dat maakt echt geen verschil. Want die gaat toch op de meest domme manier dood. En Mick die heeft volgens mij al allemaal armor en zo. Hallo? Hallo, ik kom even diamonds halen. Oké, helemaal prima. Mick, trouwens, nu ik je toch even tref. Ik ga eventjes naar Blauwstad om te enchanten. Maar zou jij misschien voor mij een wapen kunnen maken? Een geweer? Ik heb al wapens voor je. Dus ik hoef ze niet eens te maken. Hier, oké. Oh, dit is super chill, Mick. Dankjewel, dankjewel. Mag ik die gewoon hebben? Oh, super. Ja, dat is ook super handig. Die doe ik al gelijk eventjes in mijn andere hand. Want als je dan doodgaat, voor de mensen die het niet weten, dan kom je nog net eventjes in leven. Dus dat is super chill van Mick. Ik ga meteen even weer terug. Heb je helemaal geen crafting table? Wat vervelend. Ja, dat is echt stom. Heb je de chest weer afgesloten of niet? Ja. Oké, top. Ik wacht even totdat je boven bent, want dan kan ik deze blokjes er weer voor zetten en dan komt er niemand naar binnen in onze bunker. Ja, ik had dus helemaal geen diamond armor meer, dus ik heb 43 diamonds meegenomen. Maar oké. 43? Oh, oké. Okay. Ja, ik moet toch diamond armor hebben? Ja, maar laten we wel voorzichtig zijn met zoveel diamonds op zak, oké? Want als de dief dadelijk komt, dan hebben we helemaal niks meer. Wat doe je nou? Waarom schiet je de noob neer? Ja, ik moest voorzichtig zijn. Oké. Nou ja, laten we eventjes wachten. Die spant gaat toch opnieuw. Ja, dat is waar. Maar laten we even op de... Ja, het was grappig. Maar laten we even lekker op de noob wachten. En dan gaan we lekker naar Blauwstad. Ja, ik ga je eens een keren maken. Oké, helemaal prima. In Blauwstad hebben we een crafting table. Dat is chill. En voor de rest hebben we denk ik alles wel wat we nodig hebben. Hé, ik schoot je niet neer, hè, noob. Jij schoot mij dood. Nee, dat was Mick. Dat vond ik niet leuk. Dat was Mick. Ja. Nou, dan neem ik niet al mijn deugd mee voor de missie. Oh, trouwens, ik heb je dit boek nog wat de dief had gegeven. Dus die mag je wel even doorlezen als je wilt. Oh, wat was er dan met de dief? Maar hij is ontvoerd, de pro. Ja. Ah, kijk maar in het boek. Dan is hij eigenlijk niet zo'n pro. Hoe kan de pro nou ontvoerd worden? Ja, nou, of de dief is super pro. Dus we moeten echt uitkijken voor de dief. Want als hij de pro kan ontvoeren, dan is er wel echt iets heel ergs aan de hand. Maar ja, er staat echt... Ja, alles wat je moet weten staat erin. Oh, mijn diamonds. Al zijn diamonds terug. Maar dat zijn onze diamonds die hij gestolen heeft. Ja, dat klopt. Maar de dief... Hij heeft helemaal geen diamonds. Nee, maar een dief werkt zeg maar zo, noep. Op het moment als een dief iets heeft gestolen, dan is het in zijn ogen van hem. Terwijl dat helemaal niet de manier is. Als wij het dan weer teruggestolen hebben, dan is het toch weer van ons. Ja, dat zou je wel zeggen inderdaad. Zijn wij ook gewoon piraten? Nee, Mick, niet schieten! Nee, piraten. Ik ga het goed maken, hier. Nee, Mick, niet schieten. Nou is het grapje voorbij. Nee, ik wil het oprecht goed maken. Dus krijg je geen tucht meer van mij. Nee, hier, kijk. Kijk, en hier, ook een pistooltje voor jou. Hoppakee. Hé, kom, we gaan snel naar Blauwstad. Misschien is de pro daar wel. Sorry. Dat was de... Auw! Ja, die verdiende die. Ja, maar jij verdiende ook dat hij op jou schoot. Ik bedoel, je deed het eerst bij hem. Ik gaf hem spullen. Ja, oké. Jullie stonden alweer kiet. Wij zijn cowboys! Nee, we zijn bewoners van Kleurstad en wij schieten nooit met pistolen als het niet nodig is. Oké, jongens, nieuwe regels. Nieuwe regels. We schieten alleen de dief. Ja, inderdaad. Oké. Ik moet je kleren aan doen, Noob. Doe de kleren aan. Ja, heel goed. Zie je nog wel wat? Nee. Oké. Nou, kom, we gaan. Ik ben blind! Nee, ik ben blind! Ah, pow! Noob, kijk uit, hè. Want door die helm... het beschermt je wel, maar als je niet kan zien... weet ik niet of dat het wel zo handig is. Nee, dan kan ik beter een pompoenhoofd op doen. Ja, misschien wel. Als je dan beter ziet, dan zou ik dat zeker doen. Ik kan wel heel goed zien. Oké, let's go. We gaan lekker naar Blauwstad toe. Maar jongens, waar denken jullie dat de pro ontvoerd is? Als jullie een beetje nadenken. Ik heb het er net ook al een beetje over nagedacht. Is hij ontvoerd, denk ik. Ja, hij is sowieso ergens in Kleurstad. Dat kan niet anders. Maar waar in Kleurstad, weet je wel? Hoppakee. Even kijken. Ik doe eventjes mijn armor uit. En ik moet ook even een crafting table hebben trouwens. Staat hier eentje? Staat er hier een crafting table? Ik moet ook
ook mijn diamond armor uitdoen, hè? En dan gaan we die mooi maken. Ja, die gaan we dan magisch maken. Hier, magische armor. Oh, mooi. Wow. Yeah. En, dan mag Mick, als dan we magische armor hebben, dan mag je een keer op mij schieten. Op mijn magische armor. Oh, kijken of het werkt. Oh, dit wordt echt een slecht idee. Ja, dan gaan we het testen. Moet je pistool geven? Dit gaat helemaal verkeerd. Oh, ja? Ook ja, die pistool. Kan ik ook enchanten. Okay, hoppa. Ja, jongens, ik heb voor de liefhebbers even een crafting table gemaakt. Hij staat hier. Een crafting table. Een crafting table. Woe. Yes, wow. Oké. Okay. Oh, wacht. Ik moet alleen een helm hebben natuurlijk. Zo, hoppakee. Helm gemaakt. Oké, okay, Noopie, ga schieten. Oké, wacht. Oké, 3, 2, oh, wacht, jongens. Ik wil het meemaken. Yes, het werkt. Oh, het werkt. Ja. Is het gelukt? Ja, ja, het werkte. Hij is niet in één keer dood. Hij is nu in twee keer dood. Oh, nee, twee keer dood. Wat doe je nou weer, Mick? Nu moet hij helemaal teruglopen. Ja, maar het was wel grappig. Het was wel grappig. Oké, ik ga eventjes dit erin doen. En dan ga ik het gewoon allemaal met het hoogste level enchanten. Ik denk wel dat dit goed moet zijn, toch? Oké, allemaal in breaking. Dat is eigenlijk, ja, dat is wel leuk. Maar in principe, je hebt er niet heel erg veel aan. Maar dit zwaard, dat moet echt eventjes goed worden. Oh, ik heb op mijn helm Aqua Infinity. Betekent dat ik onder water kan ademen? Ik denk het wel, ja. Jij kan heel lang onder water ademen. Ik denk niet dat ik een hele goede enchantment... Oh, ik heb echt de meest slechte enchantment ooit. Maar ik kan ook dit upgraden. Ik heb nu mijn wapen geüpgraden. Mijn geweer, die heb ik ook geenchant. Hoppakee. Maar ik denk sowieso dat dit magische laagje over mijn armor heen wel de dief gaat afschrikken, hoor. Mick, waar ga je heen? Ik ben aan het testen, mijn helpje. Ja. Ah, oké. Okay. Oh, je helpt je aan het testen. Waar ben jij, Noob? Ik ben weer in Blauwstad. Hallo, hallo, hallo. Eens even kijken. Ik heb nu een soft... Ik weet niet wat ik op mijn wapen heb gezet, maar eens even kijken. Oeh. Doet het pijn? Wow. Ja, het doet wel een beetje pijn. Oké, okay, eens even kijken. Dit is echt puur voor de testdoeleinden, dit. Sorry. Ik was net helemaal teruggelopen. Mick, ik heb de Noob ook even gekild. Oh, heel. Ja, het is toch gewoon grappig, Mick? Kom op. Nee, het is niet grappig. Hoezo, het is niet grappig, Mick? Jij hebt hem al 3 keer gekild. Kom op, ja, ik mag ook wel even een rol hebben. Nou is het niet meer grappig. Oké, nou is het niet meer grappig. Alleen omdat ik het doe. Mick, hoeveel damage krijg je van dit zwaard? Ik ben gewoon benieuwd, hè? Ik ga je niet killen, maar... 1,5 hart. Oh, dat is niet veel. Hoeveel damage krijg jij van dit zwaard? 1 hartje. Ja, dat is ook niet veel. Dat is ook niet veel, inderdaad. Ja, en hoeveel damage krijg jij hiervan? Oh, oké. Okay, ja, ik denk dat we het echt moeten houden bij geweer. Hoeveel krijg je hiervan? 4 hartjes. Oké, ja, ik kreeg ook 4 hartjes van jou. Auw! Ja, dat doet echt 20 hartjes, hebben ze natuurlijk. Oh. Huh? Wat? Wie was dat? Nee, dat Noob, is jongen. Doel. Is hij aan het schieten? Weet je wat, jongens? Ik ga lekker naar mijn huis toe. Ik heb het wel weer gezien. Ik ga gewoon veilig daar zitten. Laten we allemaal lekker wat slaap pakken. En ik denk dat we morgen echt even op zoek moeten gaan naar de pro. Oh, maar waarom moeten we gaan zoeken, Giel? Ik dat weet ik ook niet. Laten we gewoon even lekker een nachtje erover slapen. En weet je wat, Noob? Ik ben helemaal klaar mee. Oké, ik ga weer terug naar mijn huis. Ja, daar ben je nu. Dus ik heb je alleen maar geholpen. In de video van Mick hebben we mega veel Iron Golems gemaakt. Mocht je dat nog willen zien, klik dan zeker even hier. Of nou, mocht je dat willen zien, dat wil je zeker zien. Dus kom op, klik. Abonneer ook even op mijn kanaal en op het kanaal van Mick om helemaal niks te missen van de survival serie. En dan zie ik jullie hopelijk weer terug morgen bij een nieuwe video. Doei doei!